Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze commissievergadering van 12 september. Op deze zwoele maandagavond met temperaturen die we in 57 jaar niet meegemaakt hebben op de 12 september. Maar hier valt het nog vol te houden, dus ik wens u allen een prettige vergadering. En de mensen op de tribune welkom, mensen thuis welkom. En daarmee open ik deze vergadering en gaan we gelijk verder met punt 2 van de agenda, spreekrecht. De afwezigen, die moet ik nog even melden, zijn de heer Kouwen van het CDA, mevrouw Schippers van het CDA en de heer Schuring van de VVD. Punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. Er hebben zich 2 aanmeldingen zijn er geweest. Mevrouw Blo namens Zorgcentrum Rozengaarde en de heer Roelofs over het agendapunt haalbaarheid aanvragen derde verzamelplan. Als eerste wil ik vragen of mevrouw Blo achter het spreekgestoelte wil gaan staan. U hebt 5 minuten de tijd. Voorzitter, voor de goede orde. Het staat op het RIS en het is misschien wel bekend, maar ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van Rozengaarde. En in overleg met Griffier dachten we dat het goed was dat ik hier bleef zitten, maar als, ik wil ook best op de publieke tribune gaan zitten. Van mij mag u blijven zitten. Dank u wel. U hebt 5 minuten, mevrouw Blo. Na die 5 minuten blijft u nog even staan. Als er vanuit de commissie mensen zijn die u nog vragen willen stellen, kunt u die beantwoorden. Aan u het woord. Prima, dank u wel voor het woord. Rozengaarde heeft een schriftelijke reactie. Hebt u de microfoon aanstaan? Ja, ik heb hem net aangezet. Werkt niet zo? Ja. Ik ga iets dichterbij. Goed. Rozengaarde heeft een schriftelijke reactie gegeven op deze nota, waarin Rozengaarde aangeeft op hoofdlijnen de inhoud van deze notitie, nota continuering hulp bij huishouding, te onderschrijven. En in de praktijk een goede samenwerking ervaart met de gemeente om tot maatwerkoplossing te komen in het kader van de thuisondersteuning. De thuiswonende ouderen, onze doelgroep, is niet meer zoals een aantal jaren geleden. De prognose is dat 70% van de ouderen gewoon thuis woont, ook wanneer er sprake is van dementie. Rozengaarde pleit daarom voor om te komen tot een integrale ondersteuning voor de ouderen in de gemeente Dalfsen, waarbij het normaal is dat ouderen een onderdeel zijn van de samenleving. Dit vraagt naast vernieuwing ook oude principes als het omzien naar elkaar weer van belang te laten zijn. Rozengaarde pleit ervoor gebruik te maken van de krachten binnen onze gemeenschap en die versterken en ondersteunen. Hierbij is het van belang om preventieve activiteiten te ondersteunen, zowel individueel als collectief. Hulp bij huishouding of thuisondersteuning hangt in onze ogen nauw samen met andere beleidsterreinen zoals wonen, leefbaarheid, en dit geldt voor ons ook voor een centrumvisie, welzijn en zorg. Een te rigide, beperkte of eenzijdige toekenning staat ons inziens een verdere ontwikkeling in de weg. Wat missen we in de nota? In algemene zin missen we in het nota het kader van preventie en de inzet van e-doma. Domotica en wat niet alleen de cliënt zelf voordelen kan brengen, maar ook de mantelzorg kan ondersteunen. We doen een oproep om ook het uitproberen service in 2017 te continueren. Daarnaast spreekt u van een aparte onafhankelijke coördinator. In onze ogen is het de cliënt die aan kan geven of zijn of haar vraag goed beantwoord is vanuit het werkplan die wordt ondertekend als ze hiermee eens zijn. Wanneer de gemeente hier twijfels over heeft, zou als eerste instantie middelen ingezet kunnen worden om de cliënt te versterken en te ondersteunen en de zorgorganisatie voorschrijden hoe dit geregeld zou moeten worden. Met betrekking tot de integrale benadering dient ons inziens meegenomen te worden dat er combinaties gemaakt kunnen worden tussen zowel de wet langdurige zorg, zorgverzekering en de WMO, maar ook het vrijwilligerswerk, het hospicewerk, etc. Het is een mooi moment om losse projecten met elkaar te verbinden, om ze op die manier werkelijk integraal te hanteren, om cliënten te ondersteunen in zowel woon-, zorg- en leefomgeving. Hier ligt in onze ogen de sleutel tot een gedegen thuisondersteuning, die het mogelijk maakt dat ouderen daadwerkelijk hun leven voortzetten binnen onze gemeente. U spreekt over de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Voor ons is die code niet alleen van toepassing op huishouding, maar eigenlijk voor alle maatwerkvoorzieningen. Welzijnsbeleid
Er wordt gesproken over dat de gemeente in gesprek gaat met zorg- en welzijnswerk. Volgens ons dient de gemeente in gesprek te gaan met de cliënt en met zorgaanbieders en om gezamenlijk met de burgers die integraal denken en handelen en een toekomstige visie onderschrijven waarbij ouderen een integraal onderdeel van de samenleving zijn. Waarbij we ook nadenken over wat ouderen ons en elkaar te bieden hebben. U spreekt over communicatie. Als er gesproken wordt over een eenduidig communicatieplan, dan zou het ook goed zijn om te komen tot een eenduidige benadering van maatwerkvoorziening, niet alleen huishouding. En wij onderschrijven natuurlijk het belang van communicatie. Financiën en netwerk. Er dient aandacht te zijn hoe de financiële problematiek van de cliënten in kaart kan worden gebracht en welke betekenis dit heeft voor de toegang van de diensten en zorg. Er wordt in het kader van de zelfredzame burger uitgegaan dat de cliënt een netwerk heeft. Er zijn ook cliënten die helemaal geen netwerk hebben. En daar willen wij ook echt de aandacht voor houden. Tot slot, ook wij Rozengaarde vinden dat we positief kunnen terugkijken op het eerste jaar van de transitie. Waar onze oproep is om met elkaar daadwerkelijk stappen te zetten en onderling te verbinden, zodat wij zorgen voor mogelijkheden voor de ouderen, voor nu en in de toekomst. En laten we onze inspanningen richten op een daadwerkelijke, dementievriendelijke of oudervriendelijke gemeenschap. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Blauw. Zijn er vanuit de commissie mensen die nog vragen willen stellen? Mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. U hebt een bevlogen betoog gehouden. U bent ook een bevlogen zorgaanbieder. Ik heb een vraag en misschien vraag ik dan te veel, maar er zijn heel veel zorgaanbieders in Dalfsen. Heeft u enig idee hoe uw collega's zorgaanbieders tegen dit soort zaken aankijken? Ik denk dat iedere collega, of dat nou welzijn is of jeugdzorg, dezelfde visie hebben dat ze de burger centraal willen stellen. Als ik nu kijk naar het begeleiding, hebben we daar commissies van gemaakt. En daar sluiten wij als huishoudingcommissie ook weer bij aan. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Wij moeten proberen met z'n allen die transitie dusdanig in te zetten dat we kunnen ontschotten. Zodat de cliënt daadwerkelijk centraal staat met z'n allen. En daar lopen we nu soms tegenaan. Maar iedereen denkt hetzelfde. Dank u wel voor uw antwoord, meneer Wildvank. Ja, dank u wel. Van de Arbeid. Ik sluit me graag aan bij het compliment voor uw gloedvolle betoog. Ik heb even één vraagje. U zegt van de gemeente dient vooral in gesprek te gaan met de burger. Dat woordje vooral heb ik er nu even tussen verzonnen trouwens. Bedoelt u dat letterlijk of hebt u daar toch ook nog een ander beeld bij? Nee, in feite, als je het hebt over dat wij met elkaar kunnen bepalen wat de klant vindt of ervaart of graag zou willen, is dat de enige de klant die dat zelf kan bepalen. Voor ons is dat de klant, maar we hebben het eigenlijk over de burger. Dus eigenlijk, of je nou klantpanels hebt, je kunt natuurlijk niet met iedere burger van Dalfsen in gesprek gaan. Maar de gemeente heeft het al ook al wel eens gedaan, ook rondom de participatiewet. Maar volgens ons is dat de insteek om dat met elkaar te doen. Dank u wel. Ik ga nog even rond. Ik zie geen. U was helder. Dank voor uw inspraakreactie. En we zullen straks het stuk gaan behandelen. En dan de tweede inspreker, de heer Roelofs. Inzake het agendapunt haalbaarheid aanvragen derde verzamelplan. Onderdeel Blikman Kikkertweg staat een weg te Lemelenveld. Over u de microfoon voor 5 minuten. En na de tijd blijft u even staan. Prima. Graag maak ik gebruik om gebruik te maken van het spreekrecht om ons plan toe te lichten. Ons plan van de Blikman Kikkertweg 17a. En de Statenweg 4a houdt in het kort in het slopen van de schuren aan de Blikman-Kikkertweg, het slopen van de woning aan de Statenweg, herbouw van de woning, het realiseren van een rood voor rood compensatiewoning en de herbouw van de opslagloods. We hebben de plan opgesteld in samenwerking met de omwonenden. De gemeente. Wil ik ook toelichten waarom het belangrijk is dat in dit plan medewerking wordt verleend. En in eerste instantie voor de toekomst van ons bedrijf. Het is belangrijk dat dit plan
gerealiseerd wordt. De groeiplannen van ons bedrijf zijn hierdoor gewaarborgd. Door ontwikkeling is onze ruimte nu te beperkt geworden. Als tweede punt is de verkeersveiligheid. En dan met name op de hoek van de Ommerweg en de Statenweg, dus de kruising Ommerweg-Statenweg-Kerkstraat. Verkeer wat vanaf Leemelen komt, die heeft eigenlijk niet in de gaten dat de Ommerweg een weg van rechts is die voorrang heeft. Wij maken vooral gebruik van Ommerweg om daar uit te gaan om de Kerkstraat op te draaien. En als we willen, dan kunnen we elke dag wel een ongeluk veroorzaken. Omdat we wel voorrang hebben, maar geen voorrang krijgen. De sloop van die woning op de hoek draagt enorm bij aan de verkeersveiligheid op dat punt. Een onveilige situatie wordt hiermee opgelost. Aan de Blikman-Kikkertweg is het zo, dat is het derde punt waarom het belangrijk is dat aan het plan medewerking wordt verleend, is het hele gebied knapt er enorm mee op. Aan de Blikman-Kikkertweg staan nu oude kippenschuren. Die zijn wat verloederen en te verrommelen. Door de sloop van deze stallen wordt het hele landschap verbeterd en komt er een positief beeld van de omgeving. Nou, het is een totaalplan van meerdere locaties en waar we met meerdere te maken hebben. We hebben vooraf ook overleg gehad met de erfenconsulent. Die was positief over dit plan. We hebben overleg gehad met de omwonenden. We hebben voorgelegd wat het plan was en hoe zij daarin stonden. Ook positief. We hebben overleg gehad met de GasUnie. Ook een van de voorwaarden. Die was ook akkoord. Dus al met al is het een plan waar iedereen bij gebaat is. Natuurlijk hebben we ook goed overleg gehad met de gemeente en met de ambtenaren. Is een zeer constructief overleg geweest. Er wordt eigenlijk een win-win situatie gecreëerd voor iedereen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de omgeving. En het is kortom een plan waar we graag mee aan de slag willen. En we gaan er ook vanuit dat er een medewerking aan wordt verleend. Bedankt. Dank u wel, meneer Roelofs. Zijn er vanuit de commissie nog aanvullende vragen? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, meneer Roelofs, in de overigens prachtige plannen staan een paar alternatieven ten aanzien van de uitvoering en de plaatsing van de woningen. Kunt u nog even kort aangeven wat de verschillen zijn tussen het eerste plan, dus de eerste alternatief, waarbij de woningen teruggeplaatst worden op of bij de locatie van sloop, of het alternatief waarbij de woningen verderop aan het lint aan de Blikman-Kikkertweg geplaatst worden? Daar kan ik wel een toelichting op geven. De eerste situatie dus op de locatie zelf, Blikman-Kikkertweg 17, was ons eerste idee. Maar na overleg met de omgeving, met de buren die daar ook en bedrijven die daarbij zijn gevestigd, is het plan ontstaan om in het lint van de Blikman-Kikkertweg de nieuwe woningen te situeren. Dus na overleg en ook met goedkeuring van. Goedkeuring van betrokkenen omwonenden of zo, bedoel ik, neem ik in aan dat u bedoelt. Ja. Okay. Dat was voor hen ook de meest wenselijke situatie, omdat op die locatie te gaan doen. Dank u wel voor de beantwoording. Ik ga nog even verder rond. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, dank u wel. Op de hoek van de Ommerweg, die woning die gesloopt wordt, daar staat ook vermeld dat er een aantal behoudenswaardige schuren of schuren, dat die blijven bestaan. Doelt u dan op die witte aanbouw die er aan de rechterkant zit als je ervoor staat? Of is dat nog wat anders? Ja, dat klopt. Zo'n witte aanbouw zit er nog een klein schuurtje zit erbij. En die blijft in het plan nu behouden? In het plan blijft die behouden. En dan heb je toch voldoende verbetering van de verkeersveiligheid? Ja. De woning is zeg maar een hele brede. Als die woning eraf gaat en wordt gesloopt en het schuurtje blijft staan,
dan is er al wel dusdanig veel overzicht op dat punt dat de situatie beduidend wordt verbeterd. En wat is het behoudenswaardige van die schuur? Waarom wilt u hem graag houden? Wat van mij betreft mag die ook in het plan worden meegenomen. Oké, okay, nou, ik vroeg maar. De erfgoedconsulent vond het een goed idee om. Oké, okay, dus echt gewoon van beeldkwaliteit waarom die moet blijven. Dankjewel. Dank u wel voor het beantwoorden deze vraag. Ik kijk nog even verder rond. Nee, geen vragen meer. Dank u voor het inspreken. En dan zullen we verderop in de vergadering zien hoe de commissie hierover gaat oordelen. Dan kom ik bij agenda punt 3, vaststelling agenda. En gezien de insprekers stel ik voor om agenda punt 4 gewoon te laten staan en agenda punt 7, haalbaarheid aanvragen derde verzamelplan, na agenda punt 4 te behandelen. Heeft iemand daar bezwaren tegen? Nee, dan bij deze aangenomen. Dan gaan we verder met agenda punt 4 van de agenda. Nota continuering hulp bij de huishouden 2017-2018. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Martels. Hij wordt ondersteund door mevrouw Verbeek als ambtelijk ondersteuner. En de evaluatie van het beleid hulp bij de huishouden 2015-2016 is een toezegging geweest aan de Raad en die evaluatie is gebruikt om te komen tot criteria voor de nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden 2017-2018. Daarbij heeft het college ook gekeken naar de code verantwoordelijk marktgedrag en de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Van de Raad wordt gevraagd om de nota en de inspraakreactie vast te stellen. Ik wil het doen in twee ronden. Eerst een informerende ronde waarin u uw vragen kunt stellen en daarna uw opinie. Wie mag ik voor de informerende ronde als eerste het woord geven? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen voor de wethouder. Het beleid heeft de inzage gelegen van 20 juli en is op 27 juli gepubliceerd in de kenpunten. Deze periode vinden wij gezien de vakantie erg ongelukkig. En mijn vraag is dan ook, zijn er na de sluitingstermijn toch nog reacties binnengekomen? Mijn tweede vraag is vandaag tot stand gekomen. Degene die een reactie heeft ingeleverd, die ook op het RIS staat, daar is nog een aanvullende berekening bij gekomen. Die heb ik net onder ogen gezien. Daar heb ik toch nog wel wat vragen over, dus die wil ik eigenlijk nog wel voor de raadsvergadering beantwoord hebben. En dat gaat met name over de bijdragers voor lage inkomens, want die schijnen er behoorlijk op achteruit te gaan en de hogere inkomens op vooruit. Daar zou ik nog graag wat nadere inzage in willen hebben. Ik snap dat de wethouder daar nu geen antwoord op kan geven, maar dan graag voor de volgende raadsvergadering. Dank u wel, mevrouw Rameman. De heer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. In een artikel vorige week in de Volkskrant, vorige week woensdag, staat dat volgens een onderzoek 77% van de gemeenten nog steeds niet de hulp bij het huishouden bieden, zoals volgens de wet zou moeten. Mijn vraag is dan ook, hoort Dalsen daar ook bij of doen wij momenteel alles goed? Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik sluit aan bij de vraag net gesteld over die termijn van inzagelegging. Vonden we ook een beetje vreemd toch midden in de zomer. Tweede vraag gaat over de omschrijving van een schoon en leefbaar huis. Is die voldoende helder? Hij staat helder in de notitie, maar is dat ook voor de cliënten voldoende helder wat een schoon huis is? En nou ja, die vraag. Derde vraag is, wie is verantwoordelijk voor de communicatie? En is er ook een heldere taakverdeling tussen de gemeente en de zorgaanbieders? Weten ze van elkaar wie wat communiceert en wie daar verantwoordelijk voor is? De laatste vraag is, zijn we met de uitwerking van deze nota alle aanpassingen en aanvullingen die nodig zijn ook gedaan? En voldoet Dalsen dan aan alle vereisten op grond van die code en de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep? Voldoen we daar dan allemaal aan? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Een paar korte vragen. Eén, hebt u een beeld van de aard en de omvang van het aantal zorgmeiders? Een tweede vraag die ik heb is een beetje een gewetensvraag misschien. Want wat me bekroop toen ik het stuk las, is iets van, hebben we het niet onnodig ingewikkeld gemaakt?
En dan we bedoel ik hier niet zozeer Dalfsen misschien, maar wellicht ook wat breder. Maar ik wil graag de opinie van de wethouder erover horen. Hebben we het niet onnodig ingewikkeld gemaakt waar het gaat om het onderscheid tussen die verschillende vormen van huishoudelijke hulp? Je ziet het overal weer terugkomen. Schoonmaken dan wel, strijken weer niet. Zo zijn er allemaal van die kleine onderscheiden gemaakt, waarvan ik denk, ja, dat is degene die de zorg moet leveren. Wordt het er niet gemakkelijker op gemaakt. En voor de cliënten helemaal niet. En het lijkt ook wat strijdig met de op zich mooie gedachte, schoon en leefbaar huis. Er wordt net ook al iets over van de ChristenUnie. Dus kunt u uw opinie daarover eens geven, hoe u die twee dingen ziet, dat onderscheid aan de ene kant, afgezet tegen dat begrip schoon en leefbaar huis. En een laatste vraag, wordt er voldoende gekeken naar enerzijds tevredenheid over de kwaliteit en anderzijds de tevredenheid over de omvang in het aantal uren? Want dat lijken wel twee hele verschillende dingen te zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hultvank. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. Ik sluit aan bij de vraag van mevrouw Lasje en ik wil hem even nog heel iets concretiseren wat mij betreft. Dat is naar aanleiding van het advies van de participatieraad. Die zeggen ook van mensen hebben veelal geen verslag gekregen van het keukentafelgesprek. Waarom een besluit tot een stand is gekomen, de uitleg daarvan, allemaal communicatiepunten. En dat sluit aan bij haar vraag van wie is nou verantwoordelijk voor die communicatie? Is de zorgverlener daarvoor verantwoordelijk en ziet de gemeente daarop toe? Of is de zorgverlening verantwoordelijk en ziet de gemeente daar niet op toe, maar neemt dat mee in haar beoordeling en eventueel een nieuwe aanbesteding? Of hoe zit dat? Kunt u daar wat van zeggen? Dank u wel, meneer Royakkers. En voordat ik het woord geef aan de wethouder, ik heb me even versproken met het aankondigen van de ambtelijke ondersteuning. Mevrouw Veerbeek in plaats van Verbeek. Ik heb begrepen dat er ook een mevrouw Verbeek op de afdeling zit. Dus de ambtelijke ondersteuning is van mevrouw Veerbeek. Meneer Van Matels. Dank u wel, voorzitter. Ten eerste de vraag ten aanzien van de inzagelegging in de vakantie. Ik ben het met u eens. Iets wat ongelukkige periode. Maar heeft wel te maken met het feit dat de Centrale Raad van Beroep natuurlijk uitspraken gedaan heeft in mei. En we vonden wel dat we die aanpassingen en die aanbevelingen die door de Centrale Raad zijn gedaan, dat we die moesten meenemen. Vandaar dat we met de uitwerking iets zijn opgeschoven in de tijd. En, vervolgens ook wel weer op tijd dit stuk willen aanbieden richting de Raad. Daardoor is het inderdaad veroorzaakt dat het in de zomerperiode is aangeboden. Maar er zijn wel allerlei gesprekken al aan vooraf gegaan. En alle partijen die de mogelijkheid waren om in te spreken hebben dat ook gedaan. Er zijn daarna ook geen reacties meer binnengekomen. Dus in die zin ben ik met u eens. Ongelukkige periode, maar het heeft niet geleid tot verontruste reacties. Dan vraagt u vanuit CDA, met name mevrouw Ramerman, hoe het zit met de schriftelijke reactie van nummer 1. Ja, ik wil de naam eigenlijk noemen, maar dat is niet de bedoeling. Maar daar staat de reactie in de bijlage van de gemeente al bij. Dus het komt een beetje vreemd voor dat u ze vanavond pas onder ogen heeft gekregen, want de reactie is, heb ik gezien. En ook het antwoord van het college zit daarbij. Dus in die zin een beetje bij mij de verbazing. Even een reactie van mevrouw Ramerman daarop. Ik heb vanavond berekeningen gezien en die staan nog niet in die bijlages. Die heeft, als het goed is, het ambtelijk apparaat wel binnengekregen. Maar die zitten nog niet op adres in de bijlages. En daar heb ik juist vragen over. Er zijn berekeningen van hoe die bijdrages tot stand zijn gekomen. En ik heb niet genoeg tijd gehad om mij erin te verdiepen of het klopt. Maar ik wou er wel graag een toelichting over. U verzoekt dus eigenlijk om die gegevens, om die nog alsnog beschikbaar te stellen? Ja. Zodat die in de raadsvergadering behandeld kunnen worden? Ja. Nou. Ja, als u die naar de griffie wil sturen, dan kunnen ze van daaruit verspreid worden. Dat is altijd mogelijk, denk ik. Zeker nog in deze fase. De vraag, doen we alles goed? Als u het rapport gelezen heeft, dan doen we heel veel dingen goed. Alleen er zullen nog een aantal zaken moeten worden aangepast. Het zijn kleine aanpassingen. Er staat bijvoorbeeld in de verordening WMO 2017 moeten de tarieven worden opgenomen. En voor de maatwerkvoorziening moet een beschikking worden afgegeven op basis van een werkplan. Nou, dat zijn met name de aanpassingen die nog gedaan moeten worden. En die zullen worden doorgevoerd in de komende tijd. En dan doen we alles helemaal goed. Dus ik weet niet of die 77% of wij daaronder vallen. Maar we waren wel in ieder geval heel blij om te horen dat
toen de Centrale Raad van Beroep zulke krasse uitspraken deed, dat wij ons niet echt aangesproken voelden, omdat we het grotendeels op de goede manier doen en zeker volgens de WMO 2015. Schoon en leefbaar huis, is dat voldoende helder geformuleerd? Ik denk het wel, want daar komen we niet zozeer de vraag over. Waar de meeste vragen en opmerkingen over zijn gekomen zijn het afgelopen jaar, is toch wel de communicatie. Daar worden ook vragen over gesteld. En dat wil ik wel even benadrukken. We hebben destijds afspraken gemaakt met de 4 zorgaanbieders die er in Dalfsen actief zijn, dat zij de communicatie richting die cliënt zouden gaan verzorgen. En daar zijn... En dat is in het algemeen ook goed verlopen. We kunnen stellen dat 3 van de zorgaanbieders dat op een voortreffelijke wijze hebben gedaan. Alleen 1 zorgaanbieder is wat dat betreft een beetje achterwege gebleven in het niveau wat wij vroegen. En wie is er nou verantwoordelijk? Uiteindelijk zijn wij als gemeente verantwoordelijk. Alleen we hebben de afspraken gemaakt met de zorgaanbieder. En wij voelen ons dus wel degelijk verantwoordelijk voor. Inmiddels is met de betreffende zorgaanbieder ook zijn hele duidelijk en heldere afspraken gemaakt richting de toekomst. Om het beter te communiceren richting die cliënt. Neemt niet weg, zoals gezegd, 3 van de 4 doen het heel goed. Dus wat dat betreft vinden we het niet nodig om daar verder onze aandacht met die andere 3 partijen op te richten. Hoe zit het met de aard en de omvang van de zorgmeiders? Die vraag is al ook in het verleden al een paar keer hier naar voren gekomen. Tot nu toe krijgen we daar geen heldere signalen over. Neemt niet weg dat we natuurlijk best kunnen veronderstellen dat er zorgmeiders zijn. Maar ook in deze notitie staat heel duidelijk dat een aantal zaken moeten worden doorontwikkeld. En een van die punten is van om nog beter in beeld te krijgen wat er nou precies bij de cliënt speelt. Zeker omdat we nou eigenlijk nog niet zo lang onderweg zijn, moeten dat soort zaken helderder naar voren komen. Alleen we hebben niet de indruk dat het in sterke mate naar voren komt. En we hoeven wat dat betreft ook het beleid niet, zoals het nu lijkt, niet aan te passen. Maken we het niet onnodig ingewikkeld? We zouden het onnodig ingewikkeld maken als we nu nog weer aanpassingen zouden doorvoeren, denk ik. Ik bedoel, het was een enorme... toch wel een enorme omslag die afgelopen jaar gemaakt moest worden. Herstructurering, huishoudelijke hulp. Dat was even een omwenteling. En het zou onnodig ingewikkeld worden als we nu nogmaals een keer een enorme verandering zouden doorvoeren. Ik denk dat we deze ingrijpende verandering goed zijn doorgekomen. Dat hoor je ook. De geluiden van de zorgaanbieders zijn ook positief. Ze zeggen allemaal van er moeten nog een aantal zaken worden doorontwikkeld. Daar staan we ook open voor, dat laten we ook duidelijk blijken en dat gaan we dus ook doen. Tevredenheid en kwaliteit, hoe zit het daarmee? Ik had ook dolgraag het cliëntenonderzoek dat momenteel wel beschikbaar is, al ter beschikking gesteld. Alleen volgens de gemeentelijke procedure was het niet helemaal mogelijk om die vanavond al beschikbaar te stellen. Maar ik wil ze alsnog wel aan u aanbieden, nog voor de raad. En dan kunt u ook zien hoe de resultaten van de cliëntenonderzoek, hoe dat gevallen is. En dan kunnen we in ieder geval wel verheugd over zijn dat het over het algemeen de cliënten zeer tevreden zijn over de diensten. Kijk hoor. Variant verantwoordelijkheid gemeente, die snap ik zelf niet eens meer zo. Misschien kunt u meneer Wildvang nog even aan de persoonlijke vraag die u aan mij had nog even een keer naar voren brengen. Want dat was echt een gewetensvraag, zei u. Dus een gewetensvraag, daar moet ik altijd heel goed over nadenken natuurlijk, voordat ik terecht bijzondere uitspraken doe. Meneer Wildvang. De gewetensvraag zat een beetje besloten in datgene waar u al antwoord op hebt gegeven. Het ging er mij even om dat we aan de ene kant hebben een systematiek ontwikkeld waarin op detailniveau onderscheid wordt gemaakt in de hulp bij het huishouden. Dus nogmaals, schoonmaken mag dan wel, maar strijken mag er weer niet. En zo zijn er allerlei kleine onderwerpen specifiek benoemd. Dit mag wel gebeuren en dit mag niet gebeuren. Afgezet tegen het begrip een schoon en leefbaar huis. Dat is een vrij concreet en eigenlijk allesomvattend begrip. Maar in de regelgeving hebben we daar allemaal kleine blokkades in opgeworpen. Dus de gewetensvraag was van, hebt u het nou, of hebben we het nou niet onevenredig ingewikkeld gemaakt? Daar heb ik inderdaad een antwoord op proberen te geven. Onnodig ingewikkeld, geloof ik niet. Maar die doorontwikkeling, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat daar aandacht voor komt, die integrale benadering, wordt door mevrouw Blauw ook benoemd. Dat daar wel oog voor blijft. Dat we niet alleen heel clean en sec kijken naar... wat is onze plicht en wat moeten we doen? Maar dat er ook verder wordt gekeken en ook
nou, partijen in stelling worden gebracht die misschien hulp zouden kunnen bieden op een ander vlak. Het gaat natuurlijk over mantelzorg, wordt ook heel vaak genoemd. En terecht denk ik, heel belangrijk onderwerp, dat de mantelzorgers niet in de positie komen dat ze overbelast raken. En nou, ook in het beleid hebben we natuurlijk al geanticipeerd op dit soort zaken die er gewoon leven in de praktijk. We hebben onlangs het mantelzorgbeleid vastgesteld en daar hebben we extra, niet alleen middelen beschikbaar gesteld, maar vooral ook een mantelzorgcoach in het leven geroepen. Die moet nog van start gaan, dus in die zin willen we daar volop mee aan de slag. En weten we ook heel goed wat er bedoeld wordt, wat de zorgaanbieders naar voren brengen, wat vanavond nog weer een keer benadrukt is en wat we ook hebben geprobeerd om in de notitie te verwoorden. Tot zover, voorzitter. Maar kan zijn dat ik nog één vraag vergeten ben, maar dan hoor ik dat nog graag. Dank u wel, wethouder. Volgens mij hebt u ze allemaal beantwoord. Ik zie ook geen lampjes meer branden. En dan wil ik ook doorgaan naar het opinierende gedeelte van dit agendapunt. En wie mag ik als eerste de opinie vragen? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een notitie over het beleid rond huishoudelijke hulp. Een onderwerp dat de laatste jaren vaak in het nieuws was. En dat zorgde voor grote kop in de krant en schijnende verhalen op tv. Onze fractie was dan ook wel nieuwsgierig naar de evaluatie in Dalfsen. En al lezend kwamen we veel goede zaken tegen. Mensen zijn over het algemeen tevreden over de hulp. Dalfsen heeft het beleid in grote lijnen op orde en werkt volgens de gedragscode. En de meeste opmerkingen die zijn gemaakt worden bij het nieuwe beleid meegenomen. Met name de aanpassingen die de cliënt ondersteunen, zoals een gespreksverslag en een helder werkplan, vinden wij een hele goede zaak. Naast deze positieve algemene opmerkingen hebben we ook een aantal zorgpunten. En ik noem er vier. Het eerste gaat over de lagere instroom van cliënten. 103 in plaats van de verwachte 236. De nota zegt dat ze niet in beeld zijn en dat men eerst meer inzicht hierin wil krijgen. Dat onderzoek is zeker nodig. Maar wat tot die tijd? Vallen er nu mensen tussen wal en schip en blijven ze daar liggen totdat het onderzocht is? Wat is er bekend over deze groep vanuit andere gemeenten? Huisartsen, welzijnswerk, etc., die weten er vast wel iets meer van. Is de communicatie tot nu toe misschien gericht op wat allemaal niet meer kan? En denken de mensen, ik vraag het maar niet aan, want ik kom toch niet in aanmerking voor hulp. Nou, dat zouden we graag nog iets meer over willen weten. We maken ons er wel zorgen om. Er is een onderzoek geweest dat zegt dat een grote groep ouderen afziet van zorg om meerdere redenen. Dus het is wel echt heel belangrijk om daar goed inzicht in te hebben. Het tweede punt heeft er wel mee te maken, heeft net een andere insteek, en dat gaat over de kosten. En de stapeling van eigen bijdragers. Het signaal is inderdaad dat de cliënten zijn gestopt vanwege de hoge kosten. Er wordt van zorgaanbieders gevraagd dit te signaleren. Maar zij zien maar een beperkte groep. Wie signaleert die anderen? En hoe integraal wordt er gekeken? En daarbij, een tegemoetkoming in de kosten tot een inkomen van 110% van het sociaal minimum, vinden we wel erg magertjes in het licht van die stapeling. Het derde punt gaat over de kwaliteit. Daar wordt best wel over geklaagd. Er worden goede aanbevelingen gedaan en we onderstrepen die van harte. Wat dat betreft echt ons oproep om de cliënt serieus te nemen en vooral heel veel duidelijkheid te geven. Het vierde punt gaat over de mantelzorgers. Er staat dat de gemeente de eigen procedures bekijkt en dat is goed, maar ook hier toch wel weer die vraag om dat integrale werken. De wethouder zei daar net al iets over. Hulp in huishouden is niet iets wat pas in beeld komt als de mantelzorg al overbelast is, maar moet van tevoren al mogelijk zijn. Dus kom daar op tijd mee en laat het onderdeel zijn van alle aan de voorkant van het verhaal, van alle steun die mantelzorgers kunnen krijgen. En als laatste komen we bij de grootste uitdaging, de doorontwikkeling, de transformatie. En hierbij zijn alle partners nodig. Cliënten, zorgorganisaties, gemeenten en vooral de hele samenleving. Van de zorgaanbieders mag hierin een actieve en innoverende rol worden gevraagd. En wat ons betreft is hun inzet hierin echt een van de criteria bij de aanbesteding. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie is positief over deze nota. Wel hebben we enkele zorgpunten genoemd. We willen graag eerst de reactie van de wethouder hierover afwachten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. De heer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. De rode draad die door de evaluatie van het beleid hulp bij het huishouden loopt, is telkens het woord communicatie. Bij de inspraaknotities, evenals door u zelf geconstateerd, zien we dat er op het gebied van communicatie nog wel eens wat misgaat. Ik zie onder andere de aandachtspuntenbrief van de participatieraad, waar een hele opsomming staat onder communicatie. Verder constateert u dat het waarom van de lagere instroom niet bij u in beeld is. U zegt dat dit verklaard kan worden uit het feit dat dit een beoogd gevolg is van de kanteling.
Wij denken dat er wel degelijk ook andere overwegingen zijn, zoals de hoge kosten voor de eigen bijdrage en de vele negatieve publiciteit, waardoor mensen hun eigen plan trekken en daardoor geen hulp aanvragen. Bij de maatschappelijke signaleringsfunctie in hoofdstuk 3 wilt u in gesprek gaan met zorgaanbieders en de welzijnsorganisaties over een signalerende functie. Dit vinden wij een goed idee, want het kan niet zo zijn dat niet in beeld is waar hulp nodig is of waar cliënten stoppen met hulp. Voorzitter, bij de argumenten zien we dat uit de evaluatie blijkt dat het huidige beleid in grote lijnen voldoet en dat alleen op onderdelen aanpassing nodig zijn. U wilt het huidige beleid continueren om eerst de aandachtspunten uit de evaluatie te onderzoeken, alvorens tot nieuw beleid over te gaan. Dit heeft ook onze instemming. Een van de criteria is het toezien op het strenge naleven van de contracten. Een eenduidig communicatieplan moet ook wat ons betreft de klachten over slechte communicatie verminderen. Klachten die niet alleen zijn toe te rekenen aan de zorgpartij, maar die ook bij de gemeente liggen volgens ons. Wij vinden het daarom een normale zaak dat u in de contracten afspraken maakt over de eventuele consequenties. Wij zijn blij te constateren dat het eerste jaar van de transitie over het algemeen goed is verlopen. Natuurlijk gaan de dingen niet goed, maar daar hebben we een evaluatie voor. En u kunt uw voordeel doen met de goede adviezen, suggesties en aandachtspunten van de Participatieraad en Rozengade. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Hellebroek. Mevrouw Rauwerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. De nota is duidelijk, dank daarvoor. De input van de Participatieraad is meegenomen in deze notitie, die lezen we overal terug. Fijn dat we met een klein aantal aanpassingen verder kunnen gaan met het ingezette beleid. Dit geeft rust en duidelijkheid voor de gemeenschap. Wij onderstrepen, wat vanavond ook genoemd is, de samenwerking met zorgaanbieders en welzijnorganisaties en tevens de cliënt. Want zij zijn de mensen uit het veld, dus weten wat er speelt. Toch hebben wij nog drie punten waar we even extra aandacht voor vragen. De welgenoemde communicatie van vanavond, de communicatie in het algemeen, maar ook straks in zaken de beëindiging van de overgangsregeling. Deze moet vroegtijdig en duidelijk voor de inwoners worden toegelicht. Dan de mantelzorger, die is vanavond ook al eerder genoemd, de overbelasting daarvan. We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk zij zijn en hier moeten we dus zuinig op zijn. En als derde punt, de integrale benadering. Daar gaan wij ook zeker voor om te voorkomen dat de een komt strijken en de ander de was komt doen en nog weer iemand anders de ramen komt wassen. Dus graag die opdracht meenemen en verder kunnen wij ons vinden in deze notitie. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. De Partij van de Arbeid is blij met het feit dat we meer aandacht gaan geven aan de eigen regie en de eigen kracht van de burger. Dat is een belangrijk aspect in dit geheel. En daar waar het sociaal netwerk dat kan ondersteunen, is het wenselijk. Is het zeer wenselijk en aan de gemeente is de schone taak om hen daarbij goed te faciliteren. Ik vind het erg belangrijk dat de burger hier eigen keuzes kan maken. Keuzes ook voor een organisatie voor huishoudelijke hulp. En onze oproep zou zijn, maak het zo eenvoudig mogelijk. Huishoudelijk werk opdelen in klusjes die onder het ene regime wel en onder het andere regime niet mogen, dat helpt niet bij het realiseren van de resultaatsafspraak een schoon en leefbaar huis. De suggestie die we mee zouden willen geven is dat er ook echt gewaakt moet worden voor dubbel indiceren. Je ziet soms dat iemand in de ene maand is geïndiceerd voor een bepaald onderwerp en binnen een aantal weken nogmaals een indicatie moet gaan halen voor een ander onderwerp, terwijl eigenlijk de gegevens bekend zijn. En als laatste willen we met klem onderstrepen dat het advies van de Participatieraad zeer serieus moet worden genomen. Ik weet dat u zult zeggen dat u dat doet, maar ik onderstreep het toch even. Zorg voor een goede communicatie naar burgers en andere diensten, ook buiten de gemeente. Heb aandacht voor een hoge, zo niet te hoge werkdruk van mantelzorgers. En let erop dat de eigen bijdrage voor een toenemende groep minder draagkrachtigen niet te problematisch wordt. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers, D66. Voorzitter, bijna alles is al gezegd. En het waren heel nuttige opmerkingen. In het algemeen vinden wij als D66 ook heel positieve ontwikkeling. En vinden het ook heel verstandig dat er nu even niets of zo min mogelijk verandert, zodat het ook goed is om de evaluatie te zien en te zien wat de effecten daarvan zijn. En ik ben van mening dat de Participatieraad waardevol advies heeft gegeven. Ik heb alleen nog niet gezien waarom dat de
bijkopen van huishoudelijke hulp in Zwolle dan goedkoper zou zijn dan in Dalfsen. Maar goed, dat is maar een detail. Maar in het algemeen positief, integrale benadering. En dan niet alleen om te zorgen dat er één zorgverlener aan de deur komt voor de verschillende dingen, maar ook de integraliteit van de preventie, van het afstemmen met de familie, met de mantelzorgers, met eventuele vrijwilligers, om daar één aanpak van te maken. En dat ook als afspraak met de cliënt centraal vast te leggen. Dus ik zou zeggen, ga zo door en we zien met spanning de evaluatie verder tegemoet. Dank u wel, meneer Royakkers. Ja, over het algemeen hele positieve reacties. Maar er zijn nog wat vragen aan de wethouder om daar nog op te reageren. Ik weet niet of u op dit moment al antwoorden hebt. Een paar antwoorden heb ik wel, hopelijk tenminste. Ik heb in ieder geval wel begrepen dat dubbel indiceren dat niet wenselijk is. Dubbel communiceren daarentegen, dat die wens heel groot is. Want blijkbaar, dat is ook te lezen in de notitie, dat daar te weinig aandacht voor geweest is. En juist om daar nog meer accent op te leggen. Dus ik heb het al vaak gezegd, maar en u ook heel vaak, van dat kan niet genoeg benadrukt worden. Communicatie is gewoon heel belangrijk. Zowel de zorgaanbieder naar de cliënt als de gemeente naar de cliënt of naar de zorgaanbieders. Ja, dat blijft gewoon heel, heel belangrijk. En er worden ook opmerkingen gemaakt over die lage instroom. Wat is de verklaring daarvoor? Over stapeling van eigen bijdragers. Hou oog voor kwaliteit. Heb oog voor de mantelzorger. Maar met name als het gaat over die lage instroom en over die stapeling van eigen bijdragers. Ja, er staat een hele goede verklaring in de notitie. En ik denk dat het voor dit moment ook de enige duiding is die we erop dit moment aan kunnen geven, maar we hebben wel degelijk oog voor de signalen die we krijgen en daar moeten we ook op anticiperen. En dat bedoel ik ook mede in het licht van de doorontwikkeling die we zo graag willen benadrukken. Voorzitter, daarnaast heb ik toegezegd natuurlijk nog even een tweetal zaken. Eén extra toelichting over de aanleiding van de ingezonden brief en daar de uitwerking van. En vervolgens het onderzoek naar aanleiding van het cliëntenonderzoek, daar de uitkomsten van, om die ook nog even in de tussentijd te presenteren. En dan kunnen we in de raadsvergadering er verder over doorpraten, denk ik. U vat al mooi samen. Dat maakt mij voor mij weer makkelijk. Het is inderdaad zo dat, toen straks al gezegd, dat de commissie redelijk positief is over wat voor ligt. Er werd heel veel nadruk gelegd op de communicatie, dat ontzettend belangrijk is. De overbelasting voor de mantelzorgers. En u hebt ook de toezegging gedaan. Ik herhaal ze maar even. Berekening graag naar de Griffie sturen, zodat we daar die kunnen bestuderen. En daar volgende of over twee weken op terug kunnen komen. En u hebt zelf kwam met de toezegging om het tevredenheidsonderzoek ook nog voor de raadsvergadering van de 26e bij de raad te krijgen, zodat dat dan besproken kan worden. En daarmee concludeer ik dat dit als bespreekstuk naar de raad van 26 september gaat. Hiermee is mevrouw Lasje, u wilt nog reageren? Ja, u was zo mooi bezig met de samenvatting, maar ik probeerde wel nog graag iets vragen van de wethouder als dat kan. Want ik had als aan twee. Aan u het woord. Ja, dank u wel. Ik had twee punten genoemd, hè, die lagere instroom en die stapeling van kosten. En ik heb best wel de nota gelezen waarin staat, we gaan onderzoek doen en we gaan kijken hoe het is. Maar ik had ook aandacht gevraagd van, wat doen we dan in die tussentijd? Gaan we extra vragen aan de sociale wijkteams om alert te zijn? Of gaan we de huisarts extra vragen van, wees alert op zorgmeiders? Of gaan we? Nou, zo zijn er meer maatregelen te nemen. Want voor je het weet, dat moet allemaal eerst uitgezocht worden. Maar ondertussen zijn er wel mensen die tussen wal en schip vallen. Dus ik zou daar nog wel graag wat meer, ik vond het antwoord van de staat in en we gaan het onderzoeken, vond ik wel een beetje kort door de bocht eigenlijk. Meneer Van Martels? Nou, er staat niet in de notitie, we gaan het onderzoeken. Er staat heel duidelijk van, als het gaat om lagere instroom, zou dat kunnen komen doordat de kanteling zo goed werkt? Of heeft dat andere oorzaken? En wij zijn op zoek naar die andere oorzaken en daar hebben we nog geen eenduidig antwoord op. Anders hadden we dat nu al gegeven. Maar we weten het niet precies. Het kan ook inderdaad zijn, waar meneer Ellenbroek, die kwam ook met een aantal verklaringen waarom het zou kunnen dat die lagere instroom zo is zoals die nu wordt geconstateerd. En die stapeling van eigen bijdragers, dat daardoor zorgmeiders ontstaan. Voor u is het net zo goed een veronderstelling als voor mij dat u zegt dat ze er eventueel wel zijn. Ja, ik kan daar voor een deel in meegaan, maar echt exacte cijfers heb ik niet. En exacte voorbeelden heb ik ook nog niet. Maar wat gaan we dan doen als we ze wel signaleren? Nou, de hele bedoeling van het sociaal domein is natuurlijk
een zodanig netwerk te creëren dat iedereen wordt binnengesloten en ingesloten, zodat we mensen die echt tussen wal en schip vallen, dat we in ieder geval constateren dat daar oog voor is en dat die hulp krijgen, ondersteund worden. En uit welke hoek die dan ook mag komen, dat is niet zo belangrijk, maar dat die in ieder geval in beeld zijn en dat daadwerkelijk actie wordt ondernomen, daar gaat het om. En dat is daar is het hele sociaal domein beleid in Dals op gericht en daar gaan we mee verder. Dank u wel voor dit aanvullend antwoord, waarbij u in feite zegt van wat wij opmerken, daar gaan we mee aan de slag. En daarmee sluit ik op dit moment dit agendapunt, of ik sluit dit agendapunt en het komt terug in de raad van 26 september, zoals ik al eerder verwoord had. Mevrouw Veerbeek, bedankt voor de aanwezigheid. En bij deze open ik de vergadering. Gaan we verder met agenda punt 5. Wijziging grondslag rioolheffing 2017. Woordvoerder, en dat mag ik toch wel zeggen, de zeer gedreven wethouder Van Leeuwen, die op zijn verjaardag de rioolheffing gaat verdedigen hier in de commissie. Alsnog gefeliciteerd, meneer Van Leeuwen. Dit agendapunt is voorbereidend besluitvormend. Het heeft een lange geschiedenis. In 2014 heeft de Raad het principebesluit genomen om meer recht te doen aan het principe de loze betaalt. Het college heeft daarop een voorstel gedaan in november 2015. Maar tijdens de behandeling bleek er behoefte aan een andere systematiek. Wat nu voor ligt is het resultaat van het onderzoek. De eigenarenheffing wordt gehandhaafd en een gebruikerstarief wordt ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kleinverbruik tot 500 kub en grootverbruik van 500 kub via gestaffelde opbouw. De vraag is nu wat de Raad ervan vindt. De nieuwe systematiek moet worden vertaald in de belastingverordeningen en in een nieuwe gemeentelijk rioleringsplan. De beantwoording van de technische vragen hebben op RIS plaatsgevonden. En daar is ook een foutje uit het stuk hersteld. Ik wil dit doen in twee ronden, informatief, opinierend. En wie mag ik als eerste het woord geven in de informerende ronde? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. We hebben nog twee vragen. De eerste heeft te maken met de huurders. Wat gaat het college doen? En dat is de vraag om de lasten voor huurders niet onevenredig hoog op te laten lopen. Is er in een convenant iets over afgesproken met woningcorporaties? Dat is vraag 1. En vraag 2, hoe wordt de communicatie geregeld? Gaat dat algemeen via kernpunten of is dat toch op de persoon? En zeker als het gaat om grote wijzigingen lijkt het me verstandig dat mensen zelf een persoonlijke brief krijgen. Daar wil ik graag antwoord op krijgen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, die twee vragen, die kan ik achter blijven staan. We hebben ook drie andere vragen. Niet direct op het voorstel, maar meer op het vervolg die bij ons opkwamen. Het afkoppelen wordt gestimuleerd middels van subsidies en dat is natuurlijk ook onze wens. Maar degene die afgekoppeld is, blijft hij dezelfde heffing ontvangen als zijn buurman die dat niet doet? Is het reëel of wenselijk om de afgekoppelde woning op de een of andere manier te blijven belonen? De verschillen in gebruik, die dus vraag 2, die zullen nogal variëren, vooral bij de grensgevallen tussen de verschillende staffels. Wordt dit jaarlijks geëvalueerd en eventueel met terugwerkende kracht verrekend, of blijven ze dan 3 jaar van kracht tot die 2019? En als laatste is er een vraag van hoe zou u zelf kunnen stimuleren om het waterverbruik en daarnaast het lozen op het riool te verminderen in de toekomst. Vooral voor de kleinere verbruikers. Want daar zie ik nou geen middelen in waar ze zichzelf gemotiveerd zullen kunnen vinden om minder te gaan lozen. Dat was het. Dank u. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het een goede... Oh nee, dat is een opinie. Ik heb de vraag.
Is het niet zo dat er behalve een herschikking ook een behoorlijke verhoging tot stand komt? Want je ziet in de tabellen met het huidige tarief en gebruikersvarianten 1, 2 enzovoorts alleen maar verhogingen, zelfs voor kleingebruikers. En dan de grootverbruikers die worden stevig verhoogd. Dus het moet toch een behoorlijke verhoging zijn. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, alleen even een aanspunting van een van de vragen van gemeentebelangen. Nee, moet ik even goed zeggen. Hè? Ja, ging over. U stelde die vraag, meen ik. Ik weet niet helemaal zeker meer afkristallie. Het ging over de informatie naar betrokkenen. Maar wij wilden die eigenlijk aanscherpen naar de ondernemers die het meeste treft. Worden die op voorhand geïnformeerd? Hoe pakt u dat aan? Of worden die overvallen straks door een hele hoge nota? Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Van Leeuwen, voor u de beantwoording. Dank u wel, voorzitter. Terecht wees u erop dat er een sprake is van een vrij langdurig traject. Waarbij de Raad heeft aangegeven dat zij een methode wenst waarbij het principe dat de vervuiler betaalt, omdat hij daar ook verantwoordelijk voor is, meer recht moet worden gedaan. Nou, daar hebben we vorig jaar een voorstel voor gelanceerd. Dat is ongeveer in oktober, november geweest. De heer Nijburg van de ChristenUnie die kwam bij die vergadering met een motie. En nou, die was dusdanig positief, viel die bij ons bij het college, dat wij gezegd hebben, nou daar met die uitgangspunten, daar gaan wij mee aan de slag. Nou, dat heeft geresulteerd in het voorliggende voorstel, ook nog even teruggekoppeld met de fractie van de ChristenUnie. En ik ga proberen om die vragen nu te beantwoorden. De huurderslasten onevenredig, gaat u dat in een convenant met, en dan neem ik aan dat u de woningbouwcorporatie bedoelt, proberen op te lossen? Wij willen daar zeker het gesprek over aangaan, hoewel dat wat lastig is, omdat de woningbouwcorporatie tot op heden zegt dat zij het niet doorberekenen in de huurprijs. Ja, dat is logisch dat ze dat zeggen, want wettelijk mogen ze dat ook niet. Hoe dat in de realiteit zit, vind ik lastig om dat hier te beoordelen, maar we gaan zeker dat gesprek aan. Communicatie, en dat is dan ook gelijk de vraag van de heer Lochtenberg. Een overvaltactiek, ik heb hem nog nooit gedaan, maar u brengt me in de verleiding. Nee, flauwekul, we gaan proberen om dit op een goede manier te communiceren, niet alleen via kernpunten, maar het lijkt me ook heel verstandig om het advies in deze van u beiden mee te nemen en persoonlijk de mensen op de hoogte te stellen. Want er zijn een paar ondernemers die daar gevolgd, ja, niet alleen ondernemers, ook de sportzaal. Dus er zijn een aantal die daar wat grotere gevolgen van hebben. En het lijkt me niet meer dan netjes en gepast om daar het gesprek mee aan te gaan. En ze duidelijk te maken hoe het besluit van de Raad ligt. Afkoppelen, stimuleren. Ja, daar zit een kleine subsidie op. Vind hem aan de krappe kant. We proberen dat met het waterschap om die ook te bewegen, om daar wat bij te leggen. Maar die zijn nog niet heel erg happig om daar aan mee te doen. Ik moet u heel eerlijk zeggen, krijgen ze dezelfde heffing? Ik kan het me niet voorstellen, want als jij minder vervuilt, zou je ook minder moeten betalen. Maar ik ga dat voor u na en u krijgt voor de raadsvergadering daar antwoord op. Grensgevallen. Ja, daar vind ik eigenlijk, want dat is mijn persoonlijke overtuiging, als iemand zelf kan aantonen dat hij onder die grens valt, dat hij dan in die categorie valt. Maar ik vind daar een stukje verantwoordelijkheid bij de gebruiker liggen. Dus die discussie die vind ik niet dat ik die moet voeren, dat wij die moeten voeren. Maar als het een wel eens niet is, als iemand dat kan aantonen, gewoon zwart op wit met zijn verbruiksgegevens, prima, geen enkel probleem. Gaan we daarin mee.
Stimuleren van minder waterverbruik, dat ligt denk ik vooral op de weg van Vitens, de producent van ons drinkwater. Die heeft daar ook heel veel acties op. Ik moet ook zeggen dat als we kijken naar het waterverbruik in Nederland, dat dat de afgelopen 20 jaar behoorlijk is teruggedrongen. We verbruiken al relatief een stuk minder water, en ondanks dat we heel goedkoop en zeer schoon water produceren. Ik vind dat dat meer ligt op de weg van de producent. Maar daar waar wij als gemeente dit kunnen ondersteunen, moeten we dat zeker doen. De heer Rooijakkers ziet alleen verhogingen, maar als u goed naar de tabel kijkt, ziet u dat in 3 jaar tijd dat we weer bijna op het oorspronkelijke niveau zitten. Dus de verhogingen, het is afhankelijk of u het 2% model 1 of model 2 kiest, die zullen in 3 jaar tijd weer bijna op hetzelfde niveau zitten als waar het uitgangspositie was. Het CDA, informatie naar betrokken, nou, volgens mij heb ik daarop geantwoord. Ik hoor het graag als daar nog aanvullende informatie nodig is, voorzitter. Dank u wel voor uw beantwoording. Ik kijk even rond. Voorzitter. Meneer Nijburg. Ik ben blij dat de wethouder toezegt om met de woningcorporaties het gesprek aan te gaan. En ja, wij zeggen dan ook van laten we spreken dan in de trant van een inspanningsverplichting. Want we begrijpen dat die huren niet omhoog mogen, maar dat het ergens toch wel zal gebeuren. En het zou fijn zijn als die woningcorporaties dat ook konden toezeggen. Ik wil die verplichting graag op me nemen, voorzitter. Dank u wel. En dan ga ik over naar het opinierende gedeelte. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Nijburg. Dank u, voorzitter. Ja, het was een motie van de ChristenUnie op 23 november. Ik had hem nog even nagekeken en dank ook daarvoor. Complimenten voor het vele puzzelwerk, want we hebben gezien wat er achter ligt aan denken. Daar moet je toch een aardige puzzel voor maken. Je kunt wat ons betreft nooit echt 100% recht doen aan de vervuiler betaald. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Maar we komen hier toch een heel eind mee in de richting. En we hadden ook inderdaad van tevoren al even in de stukken mogen kijken. Ook waarvoor dank. En dit komt echt wel in de richting. Dus wij kunnen leven met die variant 2. Dank u. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij gaan ook al akkoord met het voorstel met variant 2. We hopen toch dat de wethouder zich naast het waterschap zal inzetten om voor onze inwoners, meer bewust te maken van de mogelijkheden in de gemeente om het waterverbruik te verminderen en daardoor ook de lozing te verminderen. Maar dat heeft u al gezegd dat u het zult doen. Dit onderwerp komt natuurlijk na 3 jaar maar weer denk ik, terug op de agenda. En dan hoop ik dat de heffingen weer naar beneden bijgesteld kunnen worden voor onze burgers. Dat zal weer schelen in de portemonnee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Goed dat we naar een systematiek gaan waarbij grote verbruikers meer gaan betalen. Dat doet beter recht aan het principe de vervuiler betaalt. En we hebben er bij begrip voor dat het college kiest voor een eenvoudig heffingensystematiek. Die keuze voor eenvoud en kostenbeperking die staat op lichtgespannen voet wel met de gemeentelijke groene uitgangspunten en doelstellingen. Wij vinden het ook dus jammer dat kleinverbruikers in het voorgestelde systeem niet worden gestimuleerd als zuiniger omspringen met drinkwater. Erger vinden wij het eigenlijk dat inwoners die investeren in afkoppelen, dat is al genoemd, daarvoor niet zouden worden beloond zoals het nou lijkt. Zij nemen de verantwoordelijkheid om gevolg te geven aan een nationale oproep om regenwater op eigen terrein in de bodem te infiltreren. Zij ontlasten daarmee waterstelsels, ook het gemeentelijke rioolstelsel en de waterzuivering. En wij willen het voorliggende voorstel zeker niet blokkeren, maar we vragen de wethouder wel om kritisch te kijken naar mogelijkheden. Ik heb uw reactie gehoord, net op een vraag in die richting. Ik ben blij met die reactie op zich al, dus wij verwachten dat u, als er mogelijkheden zijn om afkoppelen te belonen, dan wel via een kortingssysteem. Hoewel we beseffen dat dat lastig is te meten en aan te tonen. Maar we zijn hoopvol en we kunnen wat dat betreft prima leven met het voorstel in variant 2. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, goed dat er nu een voorstel ligt om wat andere
systematiek in te voeren, waarmee meer recht wordt gedaan aan het principe de lozer betaalt. In het voorstel worden twee varianten voorgesteld. U wilt kiezen voor variant 2 vanwege een wat evenwichtere opbouw. Eens, dus wat ons betreft, voorstel is prima. Er worden in het voorstel ook wat kanttekeningen geplaatst. Die onderschrijven wij ook. En wij willen voorstellen om eens de komende jaren te monitoren wat er nou aan heffingen wordt opgelegd. En hoe groot nou de daadwerkelijke geïnde bijdragen zijn of de opbrengsten zijn. En om eens te zien van werkt het nou ook echt. Ik zou er niet een heel zwaar instrument op willen zetten. Maar wellicht moeten we toch een beetje even in de peiling houden. Hoe loopt dit nou? Want het is een nieuwe systematiek waar we geen ervaring mee hebben. En dus ik doe de suggestie mee om dat licht te monitoren. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Royakkers, D66. D66 zal ook voor dit plan stemmen. Complimenten. En qua communicatie, daar zijn wij in de raad in het algemeen nogal kritisch over. Maar ik zou de postzegel voor de garagebox-eigenaren en voor de particuliere woning-eigenaren eigenlijk maar besparen. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de communicatie, denk ik, naar de bedrijven. Dat die heel degelijk gebeurt. En daar wens ik jullie veel succes mee. Dank u wel, meneer Royakkers. Ja, dat was ook nog even een aandachtspunt. Wat ik opmerkte, van op een gegeven moment werd gesproken over alle mensen die verhoging kregen. Maar dat wordt nu wat genuanceerd. Tenminste, ik weet niet of de wethouder daar dat juist vindt. Dat het alleen de grote bedrijven betreft die persoonlijk benaderd worden. Ja, ik had het zo opgevat dat een algemene aankondiging in kernpunten dat akkoord was. Maar dat met name dat er aandacht werd gevraagd voor degene waar de grotere verschuivingen gingen plaatsvinden. En dat heeft u mij horen toezeggen. Daarnaast maak ik één kanttekening. Die is ook bij het laatste stuk nog bij u in geel toegevoegd. Namelijk dat we nog moeten horen van GBLT of zij in staat zijn om dit per 1 januari 2017 te verwerken. In de wandelgangen is mij gezegd dat het zou moeten kunnen, maar ik wil het eerst graag zeker weten. Want in de wandelgangen wordt heden ten dagen heel veel toegezegd. En of dat het dan allemaal waar wordt, dat is een tweede. Maar wij kunnen wel er een besluit over nemen. Akkoord. Ik hoor dat alle fracties akkoord zijn met dit voorstel. De persoonlijke benadering hebt u al aangegeven. De inspanningsverplichting richting de woningbouwvereniging, dat u dat gaat doen. Dat u wordt opgeroepen om eens kritisch te kijken naar het kortingssysteem voor mensen die afkoppeling hebben. En om toch lichtelijk te monitoren hoe de komende jaren zal verlopen. En dit zo samengevat hebbende concludeer ik dat het als akkoordstuk naar de raad van 26 september kan. En dan gaan we verder. Sluit ik dit. En dan gaan we verder met agenda punt 7. Agenda punt 6. Algemene verordening ondergrondse infrastructuur. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend besluitvormend. Op dit moment wordt de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen via verschillende verordeningen geregeld. Zoals de telecommunicatieverordening en de APV. Daarnaast zijn met verschillende netbeheerders in het verleden privaatrechtelijke overeenkomsten afgesloten over dit onderwerp. Het college vindt het wenselijk om te komen tot een eenduidige regeling. Dat voorstel ligt ter bespreking voor. Dus in twee ronden, informerend, opinierend en wie mag ik en de ambtelijke ondersteuning voordat ik verder ga is van de heer Nijkamp. En wie mag ik als eerste in de informerende ronde het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, voorzitter, dank u. We hebben een paar vragen. Want verordening is één, maar contracten is natuurlijk nog wat anders. Wij nemen aan dat de voorgestelde verordening gaat gelden voor alle nieuw
te realiseren kabels, leidingen enzovoort. Maar wat betekent de verleggen aan een bestaand leidingwerk binnen bestaande afspraken? Dat is één. De andere is, vallen er nog aan te leggen glasvezelnetwerken onder de nieuwe verordening? Zo ja of nee, heeft die verordening dan consequenties voor de reeds gemaakte afspraken? En als derde, het is wel duidelijk dat de grotere betrokken partijen zich niet zomaar gaan neerleggen bij deze gemeentelijke verordening. Gaan we nou lange juridische procedures tegemoet of hoe ziet u dat? Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Royakkers. Meneer Lochtenberg, hele goede vragen. Het gaat ook over de macht die je hebt. En ik zie bijvoorbeeld van Innexis geen reactie, terwijl dat volgens mij de grootste netwerkbeheerder is hier in de gemeente. Ik had nog een andere vraag. Ik snap de behoefte aan uniformiteit. Hoe is het met andere gemeenten die dit soort regelingen hebben? Kunt u daar wat meer van vertellen? Want ik heb het ontzettend hekel aan om iets te bedenken als anderen het al heel goed voor elkaar hebben. Misschien dat u het ook al heeft overgenomen. Misschien kunt u daar iets van zeggen wat de ervaringen daarmee zijn. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Nijburg. Ja, ik sluit aan bij CDA en D66 voor de vragen die zijn gesteld. Wij vragen ons ook af of die juridische voorwaarden zoals ze worden geformuleerd kloppen met betrekking tot de regelingen die al lopen en nog doorlopen. Hoe wordt verder omgegaan met de zienswijze? Want er liggen er een stijl. Nou ja, dat zegt de heer Royakkers ook al. En dat zijn grote bedrijven. En de derde vraag had te maken met de afstemming met andere gemeenten. Want dat lijkt me voor een grote netwerkbeheerder ondoenlijk om met elke gemeente apart afspraken te gaan maken. Dus ik neem aan dat dat wel geregeld wordt. Dank u wel, meneer Nijburg. Verder geen vragen. Dan geef ik het woord aan de heer Agricola. Ja, voorzitter, dank u wel. Een complex gebeuren, dat kan ik u wel zeggen. Want er staat nog wat, bij spreken als u stukken leest en met name de achterliggende stukken, het is nogal wat. We kijken naar de vraag van CDA, waar ook met name andere fracties naar verwezen hebben. Het betreft zeer zeker alle nieuwe aan te leggen leidingen. De bestaande leiding, het verleggen van de bestaande leiding, daarbij spreken dan gaat een overgangsregeling voor gelden, is de bedoeling. Dus glasvezel, bij spreken, is een nieuw aan te leggen leiding. En even kijken, de laatste vraag, meneer Lochtenberg, zou die even kunnen herhalen? Jazeker. Ik wil ook wel de tweede nog even toelichten als dat mag. Want u zegt glasvezel is nieuw, dat klopt wel. Maar dat contract met de CIF is al gesloten. Dus vandaar. Heeft dat consequenties voor dat contract? Om daar even terug op te komen. Wij hebben met CIF, wij spreken alleen dus gesproken over leesjes. En we hebben gesproken met CIF over de diepte van de kabels. En verder hebben we bij CIF daar geen verdere afspraken gemaakt. Dus alleen over de diepte en leesjes en toezichtkosten, met name of de toezicht op de glasvezel die gelegd gaat worden. Oké. De derde vraag was dat het ons lijkt dat de grotere partijen, grotere aan de andere kant zeg maar, niet meer zo akkoord voetslags akkoord gaan met deze regeling of met deze verordening. Hoe u daarmee omgaat, of dat juridische procedures op gaat leveren. Of... Goed, in die zin van bij de totstandkoming van deze nieuwe regeling is samengewerkt met een aantal gemeentes in de regio. En daar is ook gekeken naar uitspraken die de rechter heeft gedaan naar aanleiding van dezelfde soort procedures die gemeentes al hebben gevoerd. Met dus de kabelaars. En u kunt ook in het stuk lezen dat een aantal bijsprekers die dat hebben aangekaart bij de rechter, dat de rechter de gemeenten in deze in het gelijk hebben gesteld. Dus de verwachting van ons is, en dus zeer zeker een verwachting, mocht er een procedure opgestart worden, dat wij positief zijn op de afloop. Maar het garantiebewijs kan ik u daarover niet geven.
En natuurlijk de grote bedrijven die het gaat, die zijn erop tegen. Want bedrijven van ja, de situatie is natuurlijk straks heel anders. Maar nogmaals, deze verordening zoals die gelicht is de insteek met name zoals die heden ten dagen mag verwachten hoe partijen met elkaar omgaan. Hoe zijn de ervaringen met andere gemeenten? Die vraag wil ik graag even doorspelen naar meneer Nijkamp. En hoe om te gaan met zienswijzen? Nou, op de zienswijzes zoals die is ingediend, daar wordt door de gemeente Dalfsen al of niet afzonderlijk of met andere gemeenten een antwoord op gegeven. Dank u wel, meneer Gikkela. Meneer Nijkamp, aan u het woord. En voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even aanvullen voor alle bestaande en nieuwe contracten. Juist die overgangsregeling die zorgt ervoor dat de bestaande vergunningen die al verleend zijn, dat die in het nieuwe plan gewoon ingebed kunnen worden. Daar gaan we ook niet wat aan wijzigen. Dus dat gaat één op één over. We hebben, als je dat voor onze organisatie bekijkt, we hebben meerdere contracten met Enexis. En dat was in het verleden was dat de IJsselmeij en GasUnie. En ook het gasbedrijf. Maar ook daar hadden we weer twee verschillende contracten. Eén voor de voormalige gemeente Nieuw-Leuzen en één voor de voormalige gemeente Dalfsen. Nou, die waren allemaal nog keurig in stand. Dus dat er uniformiteit komt, dat is zeker wenselijk. Glasvezel wil ik wel op aanvullen dat de regeling in zal gaan met uw instemming. En als de raad tenminste uiteindelijk de 28e, 29e akkoord is gegaan, dan gaat die per 1 oktober in. We hebben inmiddels van SIF een aanvraag voor een vergunning gekregen. Die valt gewoon onder een oude regeling. Er staat ook in de overgangsregeling dat we het op die manier gewoon gaan uitvoeren. Dus die wordt onder. Maar los daarvan, glasvezel valt onder telecom. We hadden de telecomwet al en de telecomverordening. Nou, en de telecomverordening wordt gewoon opgenomen in deze totale verordening. Dus er verandert eigenlijk ook niets aan. En daarnaast hebben we altijd de telecomwet die voorschrijft hoe we ermee om moeten gaan. Dus dat maakt geen verschil of het nou de oude regeling is of de nieuwe. De lange juridische weg. GasUnie heeft bezwaar aangetekend bij het traject waar Deventer, Olswijen, Raalte en de gemeentes Apeldoorn, Voorst en Twello en dergelijke aan mee hebben gedaan. Die zijn in het ongelijk gesteld. GasUnie heeft dus die heeft het eigenlijk moeten slikken. Die overweegt nog om bezwaar aan te tekenen, maar is nog niet bekend of dat gebeurt. Tennet heeft bij ons aangegeven dat ze het eigenlijk niet eens zijn. Wel met de verordening, maar niet met de vergoedingsregeling. Dus daar staan ze iets anders in. Alleen echt onderbouwd komen ze ook niet meer gegevens. Dus daarvan zeggen we, ja, als jullie daar niet mee komen, kunnen wij ook niet wat. Enexis heeft bij de andere gemeentes geen bezwaar aangetekend. Dus daar verwachten wij sowieso ook geen bezwaar van. Ik dacht dat ik dan alles aangevuld had. Ik dacht dat er nog een vraag open stond hoe dat bij andere gemeentes die dit al achter de kies hebben. Er zijn in Nederland meer dan 100 gemeentes die al een verordening hebben. Dus die zijn al zover, die hebben hem ook al vastgesteld. De naburige gemeentes die ik net noemde, Deventer, Olswijen, Raalte. Daar is inmiddels het besluit genomen door de verschillende raden. Er loopt nog één procedure. Voor de rest is dat ook afgerond. Wij werken samen met 9 gemeentes en we zitten dan aan de noordelijke kant. Dus we proberen ook zoveel mogelijk. En het is ook hetzelfde bureau dat ons begeleidt, dat ook de groep van Deventer heeft begeleid. Je probeert zoveel mogelijk uniformiteit aan te brengen. Zodat ook voor de nutsbedrijven het eigenlijk heel duidelijk is dat ze gewoon met een verordening te maken die overal bekend is en terechtkomt. Dank u voor de beantwoording. Dan gaan we naar de openieerde gedeelte. En wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Royakkers. Nou, ik had nog een kort aanvullend vraagje over die vergelijkende contracten of verordeningen van andere gemeenten.
Zijn dat nou verordeningen die dan één op één 100% hetzelfde zijn? Of heeft iedereen weer zijn eigen variant? Want het verbaast me toch dat er bijvoorbeeld niet een modelverordening is van Vereniging Nederlandse Gemeenten. Want dan heb je meteen ook alle juridische dingen afgevangen. Hoef je met je risico's en al dat soort zaken meer. Als Dalfse weer allemaal zijn eigen Dalfse variant gaat maken. En ik heb natuurlijk alle vertrouwen erin. Maar iedere keer als er een ander woordje in komt, kun je weer een ander juridisch feit hebben. Dat is een van mijn zorgen. Kan er nog een verduidelijking komen? Als het aan ons had gelegen, hadden we landelijk al lang afspraken gemaakt. Vanaf 2009 zijn we, tenminste wij niet alleen hoor, maar zijn er al gesprekken. De stichting GPLK is daar volop mee bezig. Die krijgt dat landelijk niet voor elkaar. Gemeentes hebben op een gegeven moment gezegd, maar er is geen wachten op, er is geen doorkomen aan, wij beginnen zelf. Ik kan nog heel even aanvullen dat Vitens, die is hier voor 3-4 jaar terug al geweest, die heeft de commissie Burgering ook geraadpleegd hoe daarmee om te gaan, want die wilden wel een regeling en die zijn vooruitlopend daarop, op een eigen verordening zijn die al bij ons geweest en dat is voor een paar jaar terug in de raad al behandeld. En die hebben dus daar is al een wijziging voor geweest, specifiek voor Vitens. En die had ook de vergoedingen die ze daar. En die zijn gewoon één op één overgenomen. Dus ook daar zit geen verschil in. Duidelijk. Dan ga ik naar het opinierende gedeelte. Ik kijk even rond. Wie mag? Meneer Lochtenberg. Ja, kan kort zijn, voorzitter. Goed dat er uniformiteit komt, duidelijkheid voor betrokken partijen. En per saldo met de tijdsbeslag. Wij dachten dat betrokken leverende partijen zich niet zonder slag of stoot bij deze verordening neer zouden gaan leggen. Met name de gehanteerde afschrijvingstermijn, daar leken ze moeilijk over te gaan doen. Ervaringen tot nu toe, zoals u beiden aangeeft, lijken erop te wijzen dat we geen al te zware problemen hoeven te verwachten. En ons voorlopige oordeel zal in principe mee eens luiden. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. We zullen graag instemmen met het voorstel. Dank u wel. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, ik denk dat de raad in beginsel al in zal stemmen bij het voornemen om uniformeren en om ook de vooruitgang niet tegen te houden in al die dingen. Maar ik denk toch iets anders over het risico van procedures. Ik denk dat Tennet echt niet die 15 jaar afschrijvingstermijn zal accepteren. Want dat is gewoon een lange termijn investering. En ze zijn monopolist. En ze bepalen alles voor heel Nederland. Er zijn nog een paar meer van die bedrijven. Dus ik denk dat de angel toch wel zal zitten in die bezwaren die er zijn over de vergoedingsregeling. De termijnen voor de afschrijving. Maar ook de reden waarom dat gevraagd wordt voor omleggingen. Er is ook in veel bezwaren, een opmerking is daar gezegd van als de gemeente graag iets wil om een uitbreidingsplan te realiseren, dan gaan wij heus niet zeg maar, dat vergoeden als we het omleggen. Dus er zijn heel veel van die bedenkingen waarvan ik denk dat uiteindelijk de gemeente toch aan het kortste eind zal trekken, maar dat doen ze nu ook al. Dus ik denk dat het wat dat betreft niet zal verslechteren. Maar ik wil toch even de verwachtingen hier en daar temperen over dat je gaat winnen van Tennet. Maar we zullen wel voorstemmen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Nijburg. Dank u, voorzitter. De wethouder zegt terecht dat het een complexe regeling is. En ja, wat ik heb gelezen is inderdaad zeer complex. Volgens mij was het al complex en wordt het niet minder complex. Maar het is wel goed dat er een overkoepelende en uniforme regeling komt. We zijn ook blij dat er wordt afgestemd met meerdere gemeenten. Het had ons een lief ding geweest als het landelijk was vastgesteld. En ja, overleg met betrokkenen lijkt ons ook wel heel erg belangrijk. Dat er open overleg blijft, ook met mensen die of bedrijven die bezwaren hebben ingediend en zienswijze hebben gegeven. En verder wensen we het college en de ambtenaren wijsheid om dat verder goed te regelen, want dat lijkt me nog zeer complex. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons ook vinden in het intenties voor dit voorstel van de wethouder. We hopen van harte dat er een weg te vinden is in het doolhof van rechten, plichten en oude afspraken uit het verleden. En om de vele neuzen die willen meepraten dezelfde kant op te krijgen. We wensen u heel veel succes, maar vooral heel veel geduld. Dank u wel.
Dank u wel allemaal. Concluderend kan ik stellen dat iedereen akkoord is met het stuk, dat men hier en daar nog wel drempels ziet qua risico wat de procedures betreft en wordt opgeroepen tot een open overleg. Maar ik kan dus concluderen dat dit als akkoordstuk naar de raadsvergadering van de 26e september, meneer Nijkamp, en niet de 29e, gaat. En daarmee kom ik... Dan gaan we verder met agenda punt 7. Haalbaarheid aanvragen derde verzamelplan. Verantwoordelijk wethouder, de heer Agricola. En ambtelijk ondersteuner, mevrouw Van Dam. Ambtelijk is gestart met de voorbereiding voor het derde verzamelplan buitengebied. Om aanvragers tijdig te kunnen informeren over de haalbaarheid van de verzoeken, is het college benieuwd naar de opinie van de raad op drie onderdelen, omdat ze niet binnen het huidig beleid vallen. Het gaat daarbij met name om de toepasbaarheid van de kwaliteitsimpuls groene omgeving in het kader van boeren-erfwonen. Belangrijk hierbij voor zowel de aanvragers als voor leden van de raadscommissie is dat vanavond gegeven opinie alleen een opinie is en geen besluit. Besluitvorming komt op enig moment terug. Ook dit punt wil ik in twee ronden behandelen, informerend en opinierend. En wie mag ik als eerste het woord geven in de vragenronde? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb maar één vraag en die is wat meer algemeen van aard. Dat komt doordat we iets verwarring van een stuk hadden, dus daar zou ik graag wat duidelijkheid over willen. Het stuk wekt de verwachting dat bij redelijke haalbaarheid de genoemde locaties in een derde verzamelplan meegenomen worden. Verzamelplannen die zijn bedoeld meer structuur in het proces voor de ambtenaren aanvragen te krijgen, effectiever te kunnen werken door gebruik van standaarden en snellere vergunningverlening. Die aanvragen moeten dan wel aan een enkele randvoorwaarde verzamelplan voldoen. En in een mondelinge toelichting van de wethouder kregen we de indruk dat enkel punt 1, boeren erven, dat dat onderdeel van het verzamelplan gaat uitmaken en punt 2 en 3, afzonderlijke aanvragen, wijziging, bestemmingsplan zijn. En misschien hebben we de toelichting niet helemaal begrepen, maar ik zou daar toch graag wat duidelijkheid over willen hebben. Valt het nu allemaal onder de derde verzamelplan of moeten we dat nog gesplitst zien? Dank u wel, meneer Hof. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Wij sluiten aan bij die vraag in die zin dat wij ons ook afvroegen van, ja, lopen er niet nu wat dingen door elkaar? Want verzamelplannen, dat had volgens ons een ander doel dan de punten die nu voorliggen. Daar gaat het veel meer om maatwerk en boeren-erfwoningen. Dat heeft eigenstandige criteria. En die worden nou in één keer als het ware geschoven onder dit verzamelplan. Of zouden moeten meedoen. Maar wij vroegen ons ook af, ja, gaat het nu om drie aanvullende plannen die eronder geschoven gaan worden? Of besluiten we hier toch apart over? En ja, bij mij lopen wel de vragen en de opinie een beetje door elkaar heen. Dus ik kom zo meteen nog wel een keer. Als u een vraag hebt, kunt u ze beter nu stellen. Ja, wij barsten van de vragen. Daarvoor is deze ronde. Nee, ik kom zo meteen terug. We wachten af. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Aanvullend aan toch wel wezenlijke vragen die al gesteld zijn, twee extra vragen. In een aantal van de voorliggende aanvragen is er sprake van een situering van nieuwe woningen dichter bij agrarische bedrijven. En dan wordt er onder andere gesteld dat bedrijven hiervoor in theorie niet bang hoeven te zijn. Maar is het niet zo dat dergelijke woningen sowieso bestemd gaan worden als zogenaamde plattelandswoning? En met plattelandswoningen zijn de risico's voor betrokken bedrijven toch minimaal? Dat is één. En twee, in hoeverre verzekert de gemeente er zich van dat omwonenden voldoende worden geïnformeerd? Wij begrijpen dat bij een ontwikkelingsaanvraag sowieso de aanvrager wordt geadviseerd om de buurt te informeren. Alleen blijkt dat het nog op allerlei verschillende niveaus gebeurt. En wij vragen ons af of daar eisen aangesteld worden, of u daar controle op houdt van wat wordt er nou, wie wordt er nou uitgenodigd, of wie wordt er geïnformeerd en wat wordt er nou precies geïnformeerd? Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Royakkers, D66. Ja, voorzitter. Het gaat over bestemmingsplan Lemelerveld.
Daar heb ik de indruk dat het feit dat de maximumsnelheid nu in plaats van 100 tijdelijk naar 80 kilometer is, een mogelijkheid biedt om dit bestemmingsplan nu vast te stellen, omdat er dan een andere voorkeursgrenswaarde komt. Dat zou niet mijn voorkeur hebben, maar misschien dat daar antwoord op kan komen. Over welk bestemmingsplan hebt u het, meneer Royakkers? Zit ik nou verkeerd? Oh, dan zit ik in het verkeerde plan. Oké, dan ga ik een heel ludieke andere vraag stellen, voorzitter, als u me toestaat. Want u nodigde net uit van kom maar met je vragen. Het gaat over bestemmingsland buitengebied. De politiek van de gemeente Dalfs is om voorzichtig te zijn met verstening van het buitengebied. Er zijn heel veel nieuwe woningen in het buitengebied gebouwd waar dat vroeger niet mocht als gevolg van wijkers voor de N340. Mijn vraag is, komt er ook nog in het verzamelbestemmingsplan allerlei regels om die wegbestemde huizen nu te slopen? Dank u wel, meneer Royakkers. Even kijken, ja, dat waren de vragen. Wethouder Agricola, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. Gemeente Belangen en ook de ChristenUnie die vragen van hoe zit het nou precies? Nou, bij alles wat voor ligt vallen de locatie Weerthuisweg in Genner S niet onder het verzamelplan en alle andere voorstellen die vallen wel onder het verzamelplan. Dan het CDA vraagt dan naar aanleiding van de woningen die teruggebouwd worden of dat plattelandswoningen zijn. Volgens mijn informatie zijn dat geen plattelandswoningen. Die vallen niet onder de noemer plattelandswoningen. Het zijn nieuwe woningen. Plattelandswoningen zijn met name de bestaande woningen die al gebouwd zijn. Dan het informeren van de omwonenden. Wij vragen nu aan alle initiatiefnemers om met name hun plannen te bespreken met de omwonenden. Niet dat de omwonenden akkoord gaan, maar dat de omwonenden wel weten van wat er staat te gebeuren. Voor u als raad zeggen wij tegen de mensen, kom even met een bewijs dat u met de omwonenden heeft gesproken. Doel is dat de omwonenden ook duidelijk geïnformeerd worden wat daar precies komt. Want als zij dat niet doen, dan hebt u als raad mij opgedragen om als gemeente de omwonenden te informeren over de plannen. Dan de vraag van D66, verstening van het buitengebied. En dan heb u met name over de wijkers van de wegbestemde woningen voor de 340. Dan kan ik u zeggen van dat wij spreken de woningen die zijn wegbestemd en zullen als zodanig ook gesloopt moeten worden. Dan de vragen of er vragen zijn die nog verduidelijk moeten worden. Voorzitter, dan wil ik u vragen of mevrouw Van Dam nog een toelichting kan geven. Mevrouw Van Dam. Ik wil op dat laatste punt nog wel even aanvullen. De door de provincie aangekochte woningen. Het grootste deel daarvan is mijn informatie op dit moment dat die voor 15 maart ook gesloopt gaan worden. Dus er liggen plannen voor direct om te slopen. En om terug te komen op even op het puntje het plattelandswoning. Plattelandswoning is een woning bij een actief agrarisch bedrijf. Dat is in dit geval dus niet het geval. Rood voor rood woningen vallen voor geur wel onder een uitzondering voor de geurwetgeving. Dus die vallen dan onder de categorie voormalige agrarische bedrijfswoning. En gelden dus de geurnormen zoals ook voor een agrarische bedrijfswoning gelden. Dat is het verschil met een normale woning. Dank u wel voor uw verduidelijkende antwoorden. Kijk even rond. Ik zie geen aanvullende vragen. Meneer Nijburg, u hebt alles aangehoord. Dan wil ik u graag het woord geven.
Ja, ik hoop dat we allemaal alles hebben aangehoord. Maar in ieder geval dank. Ik zei al, ja, we hebben wel meer vragen, maar die zitten toch verpakt in een stukje opinie. Wij vroegen ons af, met gemeentebelang heeft het ook al gedaan, wat was nou het oorspronkelijke doel van die verzamelplannen? Dat was volgens ons om het ja, inderdaad wat makkelijker te maken, goedkoper te maken, handiger voor de ambtenaar, eenvoudige plannen die verder geen grote problemen veroorzaken. De plannen waar we het nu over hebben, die nu voorliggen, dat gaat over plannen die veel ingewikkelder zijn en niet eenvoudig en die maatwerk vragen. Dan loopt dat een beetje door elkaar met dat boerenerfwonen. Het kwam net ook al even aan de orde en wat de wethouder uitlegt is mij niet helemaal helder hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar de criteria voor dat boerenerfwonen, die zijn hier en daar nog wel discutabel. Want er wordt gesproken over uitgangspunten, genoemde uitgangspunten. En dan gaat het over aanzienlijke verbetering, positief effect, logische en haalbare vervolgfunctie, passend voor het betreffende erf, kleinschalig. Het is niet duidelijk ingevuld. Het is allemaal wat dat betreft vaag en daar moet je nog wat stappen in zetten. Dus wat ons betreft is dat nog niet zo dat dat zomaar in zo'n verzamelplan kan. Daar moet je apart over spreken. Dus de drie voorliggende plannen voldoen niet aan het doel van de regeling verzamelplannen. Vragen om maatwerk, vragen om nadere beschouwing. Dat wil niet zeggen dat we op voorhand daartegen zijn, maar het lijkt ons te vroeg om ze zomaar mee te nemen in de verzamelplannen. En voor dergelijke afwijkende plannen is echt die maatwerk nodig en dat moet je niet meenemen in een verzamelplan zoals het nu voor ligt. Volgens ons loopt dat een beetje door elkaar heen. Dus vooralsnog zijn we niet zo content met de manier waarop dit nu ondergeschoven wordt. En dat is iets anders dan dat we tegen deze plannen zouden zijn. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelangen. Mag ik daar aanvullend op nog één vraag stellen? Want ik word ook wat in verwarring gebracht over punt 1, als we er dan wat meer op inzoomen. Wij hadden de indruk dat we alleen Ankomer S30, dat we daar een mening over moesten vormen. En ik hoorde net ook andere adressen langskomen. Die staan er wel in genoemd, maar die worden toch buiten deze vraag gehouden. Klopt dat? Meneer Griekelaar. De heer, de eigenaar van het perceel Ankomer S, die heeft al een keer eerder ingesproken hier. En die heeft toen gevraagd of zijn plan, of hij, laat ik dan zeggen, hij had plan om een in te dienen, om het mee te nemen in het derde verzamelplan. En op af en toe, daar heb je toen vragen over gesteld. Daar is informatie bij u, heeft u als raad informatie over ontvangen. En nu ligt de vraag definitief voor aan u als raad van, bent u bereid om met als er plan, of de plan die ontwikkeld gaat worden, om die mee te nemen in het derde verzamelplan. En dat is mogelijk binnen de gestelde regels om dat te kunnen doen. Er zijn ook nadien andere plannen zijn hier binnengekomen. En die kunnen ook mee onder dus het verzamelplan of derde verzamelplan. En wat ik net zei, twee plannen, die kunnen daar niet in mee. Maar de rest kan onder dezelfde vlag meegenomen worden in het derde verzamelplan. Maar dat was niet helemaal mijn vraag. Vraagt u nu uw mening over Ankomer S30 of ook over de rest? We vragen u uw mening over alles wat voor ligt. En waarbij ik gezegd heb dat twee plannen bij spreken niet onder het verzamelplan kunnen vallen en de rest wel. Maar u wordt gevraagd opinierend uw mening te geven over alle plannen. Voorzitter, wij snappen er geen hout van. Ik zeg het maar op zijn Hollands. Ik snap er echt helemaal niks van. Waar het nu over gaat. Ik heb hem een visie gegeven op alle plannen, laat ik dat maar zo zeggen. Omdat ik dat samen heb genomen, maar ik begrijp niet waar we nu ja op moeten zeggen, of waar we onze mening over moeten geven, of waar we hem niet over moeten geven. Ik heb het dus nu op één hoop gegooid. Ik heb over alle plannen iets gezegd en wij vinden het te vroeg om dat zo mee te nemen in verzamelplannen. Ja, u wilt aanvullende vragen. Als ik het stuk nakijk, dan hebben we het over boerenerfwonen, de Weidemaars-Hessenweg, Statenweg, Blikman-Kikkertweg,
En ja, die andere, dat zijn ze. Wat, klopt dat, wethouder? Uw naam en aantekeningen. Meneer voorzitter, mag ik toch ook nog proberen een vraag te stellen? Nu ik, want nu raak ik ook wel in verwarring. Kunnen we die misschien in één keer meenemen? Ga de gang, meneer Wils. Ik heb het als volgt gelezen. Er wordt ons gevraagd of deze plannen in één verzamelplan behandeld kunnen worden. Waarbij ik dacht van, nou prima, maar ik hou me het recht voor om tegen alle plannen te zijn straks. Dat is volgens mij simpelweg ook toch de boodschap. We gaan het in één keer afhandelen, maar je kan tegen elk plan afzonderlijk straks tegenstemmen. Nou, uw opinie wordt gevraagd en het stemmen over de plannen, dat komt pas in een later stadium. Nee, maar mijn vraag is dus eigenlijk, die had ik nog even achteraan moeten doen, klopt dat? Wethouder. Uw opinie wordt gevraagd naar de plannen die voorliggen. In ieder geval van dat doen we, want als u bij spreken problemen heeft met één of meerdere plannen, dan hoeven de initiatiefnemers geen verdere kosten meer te maken om de plannen uit te werken. Want om deze plannen uit te werken, daar zit het nodige kostenplaatje aan vast. En om te voorkomen dat straks al deze plannen uitgewerkt zijn en u als raad voorliggen en u als raad zegt van nee, want ze passen niet bij spreken in FAP en niet in rood voor rood, dan is het helder en duidelijk. Maar als u zegt van in de basis staan we positief tegenover de afzonderlijke plannen die hier liggen, college werkt ze uit, dan komen ze op een ander momentum hier en bijsprekend dan kunt u een definitief oordeel overgeven of u het ermee eens bent of niet. Dank u wel, meneer Hof. Voorzitter, ik denk dat ik gewoon de opinie maar geef die ik voorbereid heb. En dat zal niet compleet zijn, want ja, u vraagt om op 3 locaties in te gaan. U noemt er veel meer en in het stuk zegt u dan ook dat die er niet bij horen. Dus ik heb er 3 voorbereid. Die wil ik u rustig meegeven, dan heeft u die alvast. En onder punt 1 hebben wij ons alleen gefocust op Ankomer S30, omdat wij dat zo uit de tekst gehaald hadden. Dus als u het goed vindt, voorzitter, geef ik maar gewoon mijn opinie. Gewoon doen, meneer Hof. Punt 1, Ankomer S30, dat past binnen het beleid boeren erven zo dat nu omschreven is. Als je de verbetering aangezicht dorpsrand ruim gaat lezen. Ja, we vinden het allemaal wat globaal aangereikt. Maar dit voorstel, dat zouden we, mits het kleinschalig karakter houdt, als redelijk kansrijk aanmerken. En nogmaals, de overige locaties die zijn door ons niet beoordeeld, want schijnbaar hadden we dat niet goed gelezen. Vraag 2 is wat ons betreft wel wat anders. Aanleiding voor het plan lijkt niet ingegeven door een kwaliteitsimpuls groene omgeving. Het plan is om een mantelzorgwoning te realiseren. Dat waarderen we natuurlijk zeer. Maar de financiering is echter een probleem. En het bestemmen van een extra woning, een bestaande woning extra bestemmen met een woonrecht, wordt daarvoor als mogelijke oplossing gezien. Maar kan alleen binnen rood voor rood regels gerealiseerd worden. Nou, er wordt duidelijk niet voldaan aan de recent bijgestelde voorwaarden hiervoor. Er staat letterlijk in het voorstel, aan de eisen om 300 vierkante meter op deze locatie te slopen, wil men niet voldoen. Ook gezien de financiële onderbouwing wordt het oorspronkelijke financieringsprobleem niet opgelost. Nou, economische uitvoerbaarheid is één van de criteria waar een goedere ruimtelijke onderbouwing aan moet voldoen en waar op getoetst moet worden. De verbetering van de beeldkwaliteit, die staat wat ons betreft buiten kijf, maar op basis van de nu aangeleverde stukken en de argumentatie schatten we de economische uitvoerbaarheid, die schatten we laag in. En dan punt 3. We hebben de heer Roelofs gehoord. We hebben het verhaal ook doorgelezen. En ja, het is natuurlijk een globale vraag. Dus het is logisch dat daar nog de nodige open eindjes in zitten. Die wat ons betreft ook nader uitgewerkt moeten worden voordat we daar echt een oordeel over geven. Past niet binnen de rood voor rood regels. En we vragen ons bij deze aanvraag ook terecht af. En dat is ook, volgens mij zit de ChristenUnie precies op hetzelfde punt. We snappen niet dat dit in een verzamelplan thuis hoort. Op het moment dat dit overstijgt het karakter van verzamelplannen wat ons betreft. En op het moment dat dit in zo'n danige uitgebreide aanvraag als een afzonderlijk
afzonderlijk plan ingediend wordt. Die dat ik wat zinnen door elkaar haalde. Als dat afzonderlijk ingediend wordt, dan zouden wij op basis van de informatie die we nu hebben, het oorspronkelijke plan, dus we zijn iets minder enthousiast over die lintbebouwing, dan zouden we het als zeer zeker bespreekbaar willen bestempelen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, ja, voorzitter, dank u wel. Ja, onze fractie is in principe blij met alle opruimacties met betrekking tot leegstaande agrarische en andere bedrijfsgebouwen in het buitengebied. De ruimtelijke kwaliteit gaat in alle gevallen netto-netto flink op vooruit. Tegenwoordig minstens zo belangrijk is daarbij nog de bijvangst van het opruimen van heel veel asbest. En dat is prima in lijn met onze wensen, zoals onder meer uitgesproken in de voorjaarsnota. Ons wordt nu gevraagd naar onze opinie, die vormt geen besluit en biedt dus nog de mogelijkheid om verder in het proces af te wijken van het nu ingenomen voorlopige standpunt. Alleen dat zal in de praktijk wel lastig worden, omdat bijvoorbeeld initiatiefnemers, zoals ik al gemeld, verdere kosten zullen gaan maken. Met betrekking tot de drie onderdelen van het voorstel, even opgesplitst naar de indeling zoals ik voorgelegd, het boerenerfwonen als eerste. In het algemeen kunnen we stellen dat boerenerfwonen een mooie functie heeft in de rand rondom dorpskernen. Die nieuwe gebouwen vormen samen met eventueel nog te behouden typische gebouwen, als het ware een natuurlijke overloop van de dichte kernbebouwing naar de open bebouwing in het landelijk gebied. In een aantal van de voorliggende projecten is hier echter nauwelijks of geen sprake van. Eerder kun je daar spreken van inbreidingslocaties. Dat neemt niet weg dat de gekozen oplossing kansen biedt voor probleemlocaties. Of, zoals bijvoorbeeld de Weerdusweg. Of past bij reeds ontwikkelde projecten aan de Ankermeers bijvoorbeeld. We willen dan ook met een open maar kritische blik kijken naar de voorstelling, omdat de optelsom van afwijkingen van de doelstelling het oorspronkelijke doel niet moet gaan overschaduwen. Inzoomend op de voorliggende cases, ten eerste de Ankermeer S, nummer 30, de invulling van de dorpsrand, die drukt het open agrarische buitengebied steeds verder van het dorp af. In dit geval vormt de ontwikkeling geen echte overgang naar agrarisch gebied meer. Wel is er sprake van wonen voor wonen. En wij achten deze ontwikkeling wel passend bij de reeds voorgenomen ontwikkelingen in de westelijke rand rondom dorp Dalsen. Op voorhand. Dus zonder verdere kennis van de plannen. Zien wij die plannen met belangstelling tegemoet. Dan de plannen aan de Gender S 3 tot 5. Ook hier geen overgang meer naar agrarisch gebied. Wel wonen voor wonen. Wij denken dat een beperkte vorm van boerenerfwonen hier wel kan passen. Maar hou het alsjeblieft kleinschalig daar. Wij denken dat de locatie zich niet leent voor het opschalen door bijvoorbeeld opkopen van sloopstallen. Weerthuisweg nummer 11. Daar is wel de vraag. We hebben natuurlijk slechts een beperkt aantal plaatsen gezegd die we geschikt willen maken voor boerenerfwonen. En dit is bepaald geen voorbeeldlocatie. En waarom hier ook boerenerfwonen? De aanvrager op zich begrijpen we wel. Onder de rood voor rood regeling zal hij waarschijnlijk maar één woning terug kunnen bouwen. En dat is financieel weinig aantrekkelijk. Maar we moeten wel helder blijven in wat we waar willen toestaan. Ontwikkeling van boerenerfwonen is primair bedoeld voor wonen in een boerensfeer in die zone rond de woonkern. Als die natuurlijke overloop naar het buitengebied. En dat zie je niet aan de orde. Je kunt daar, zoals er is opgemerkt, bij meerdere voorstellen vraagtekens bij zetten. In het geval van de Weerthuisweg betreft het meer een inbreidingslocatie. Wij achten dit plan daarom op het randje van de voorwaarden van boerenerfwonen. Daarbij komt dat het plan niet dient ter vervanging van één of meerdere bestaande woningen. Ook komt de geplande ontwikkeling akelig dicht bij de gebouwen van het aangrenzende agrarische bedrijf. Dat vraagt om problemen. Zeker omdat het gevoel zal bestaan dat men gewoon in het dorp woont. Het wordt gewoon aan alle kanten omringd door woningen. En niet op het platteland met zijn specifieke voor- en nadelen. En dat wordt... Mijn zorgen worden alleen maar groter als ik de wethouder hoor vertellen van, en ook ondersteund ambtelijk, dat een bestemming als plattelandswoning er daar niet in zit. Want dat is dus alleen maar toebedeeld wordt dat aan een woning bij een bestaande boerderij. Is daar niet aan de orde. Dus een bescherming daarvan, of de bescherming van voormalige agrarische bedrijfswoning, die hebben die woningen niet, maar anderzijds dus ook het naburige agrarische bedrijf niet. Levensgevaarlijk. Dus
Wij zien dat, wij worden hier echt niet enthousiast van, dat mag duidelijk zijn. Dan de tweede project, de Wijde Mars. Er wordt heel veel opgeruimd. Wij zitten daar wel wat anders in dan de fractie van gemeentebelangen. Dat daar mogelijk financieringsproblemen ten grondslag liggen aan de gekozen richting is voor ons niet relevant. Bij inzet van Rood voor Rood gaat het ons primair om wat willen we met Rood voor Rood bereiken. Nou, hier wordt heel veel opgeruimd en dat is primair de doelstelling van Rood voor Rood. Er is ook helemaal geen verplichting tot terugbouwen. Nergens staat dat als je gaat slopen dat je terug moet bouwen. Dan worden we niet teruggebouwd. Nou, prima. Er wordt alleen een bestaande situatie gelegaliseerd gemaakt. Wij vinden dit een hele mooie oplossing en een prachtige toepassing van Rood voor Rood. Dus ons oordeel is gewoon doen. Het derde verhaal, de Statumweg Blikman-Kikkertweg, vinden we wel wat lastiger. Prachtig plan, heel veel dingen, of een aantal dingen samengepakt, waardoor de ruimtelijk veel verbeterd wordt. De combinatie van herbouw van de slopen woning op de hoek Ommeweg Statenweg met die slopen stallen vinden wij heel creatief en we kunnen dat best waarderen. De veiligheidswinst die daar is aanmerkelijk. Met herbouw op de grootste slooplocatie hebben we ook geen moeite. De situering van de eventuele tweede woning, zoals in het eerste plan aangegeven aan de Knuvendijk, dat lijkt ons wel te billijken. We hebben wel wat kanttekeningen bij. De zorgen van de omwonenden agrariërs, die had ik hier staan, delen wij niet zo, omdat wij dachten dat het wel een plattelandswoning zou worden. Maar het wordt dus wel in het kader van Rood voor Rood een woning met de, niet meer de rechten en de plichten, zeg maar, van niet meer dan een gewone agrarische woning. Oké, dan ben ik toch gerustgesteld. Daarmee zijn onze zorgen daarvoor een deel weg. En ook de zorgen van de naburige agrariërs zou wat ons betreft dan... ik snap het wel, je wilt liever zo weinig mogelijk woningen dichterbij hebben, maar in principe zou die woning niet een probleem mogen worden voor hen. Er is nog een andere kanttekening. Wij willen daar wel graag dat gekeken wordt naar bij de uiteindelijke situering, naar de overkant. Want met een beetje pech kijk je bij elkaar in de ruiten daar. En ik kan me voorstellen dat de mensen die aan de andere kant wonen zeggen, kan dat nou niet anders? Dus graag daar aandacht voor. Het alternatief wat aangedragen wordt, van niet terugbouwen op de bouwlocatie, maar bouwen niet in het lint, zoals de adviseur zegt, maar gewoon bij aan het lint, valt compleet buiten al onze rood voor rood regels. Wij hebben juist samen hier afgesproken dat er teruggebouwd moet worden op een slooplocatie om te voorkomen dat mensen een mooie plek uitzoeken om woningen te kunnen bouwen. En ik zeg niet dat bij dit is een geval dit de aanleiding is geweest, maar je schept een precedent van heb ik jou daar. Dus daar zijn wij niet voor. Al met al, vooral ook creatieve ontwikkelingen, waarbij de winst voor de ruimte vaak groot is. Daar wordt en passant nog heel veel asbest opgeruimd, pure winst. Niet alle plannen zijn over één kam te scheren en of eenvoudig van opzet. Ik ben het ook wel eens met de insprekers die zeggen dat ze niet allemaal voor je gevoel zomaar onder een verzamelplan geschoven moeten worden. Naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder al iets gezegd voor de plattelandswoning en het informeren van de omgeving vinden wij wel dat kritisch gevolgd moet worden. Want ons komt wel te oren dat sommige mensen een deel van de plannen wel kennen, bijvoorbeeld wel iets weten van sloop, maar niet beseffen dat er ook een woning dichtbij hun gebouwd kan worden bijvoorbeeld. Nou, dus daarom de vraag, stelt u voor uzelf kwaliteit eisen aan het informeren van de omgeving. Al met al een verhaal, positief beeld, maar wel met de nodige kanttekeningen dus. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Rooijakkers, D66. Complimenten voor het verhaal van de heer Lochtenberg. En ook wel voor wat meneer Hof heeft verteld. Maar ik sluit me toch wel aan bij de zorg die de ChristenUnie heeft over het proces. Want ik vraag me af, is de heer Lochtenberg wel ingehuurd als deskundige om over al die dingen zo in detail als bouwmeester, als kenner van alle procedures, van het beleid, zijn mening te geven per locatie? Ik vind dat daar de gemeenteraad niet voor is en ik vind het ook heel raar dat wij gevraagd worden om hier allemaal oriënterend ons mening over te geven, terwijl we de plannen nog niet kennen.
Ik zou zeggen, de gemeenteraad moet kaders stellen en over het beleid gaan. En laat de wethouder en zijn ambtenaren het werk doen. En kijken, precies wat de heer Lochtenberg nu allemaal opzomt, of dat allemaal klopt. Ik denk niet dat dat de taak is van alle leden van de gemeenteraad om dat te gaan zitten doen. Dus ik weiger dat ook te doen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvank. En dank u wel. Ik ga er geloof ik een beetje tussenin zitten. ik ga straks een algemene opmerking maken over de vraag of dit in een verzamelplan moet en wat ik daar verder van vind. Ik ga een klein beetje in detail op het punt Statenweg 1, 4 en de Blikman-Kikkertweg. Daar is ook op ingesproken. En wij vinden daar wel wat van. En dat ga ik iets over zeggen. De voorgestelde sloop van de schuren daar, die biedt wat ons betreft zeker de ruimte om tot een duurzame verbetering van ruimtelijke kwaliteit te komen in dat gebied. En daarnaast kan er door het slopen van de woningstatenweg 1 op de hoek met Ommerweg een verkeerstechnisch nogal wat overzichtelijke situatie ontstaan. Dat vinden we belangrijk. En daarbij is het positief dat er al met de omgeving gesproken is en dat er ruimte lijkt te zijn voor het bouwen van die woning. Prima. Wij zouden op voorhand willen zeggen, goed initiatief, vooral mee doorgaan. Maar er zijn nog wel veel onderdelen die nadere invulling vereisen. Bijvoorbeeld de erfinrichting, het terug te bouwen oppervlak. En dat zijn wel allemaal onderdelen die het voor ons nogal beslissend zijn of we er wel in mee kunnen gaan. En ik voel me dus ook vrij, wat ik net ook al zei, om op enig moment ook gewoon te kunnen zeggen, nou, niet mee eens, dus tegen. En dat laatste geldt voor alle deelplannen. Ik bedoel, we hebben geen principiële bezwaren tegen die ontwikkeling, ook niet tegen het verzamelplan in die zin. Maar het ene onderdeel is wel kansrijker dan het ander,